Zo, Feffi. Hi. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, goed, man. Je ziet er zo geconcentreerd uit. Ja, helemaal gefocust vandaag. Hoe komt dat? Ja, geen idee. Lange dag op werk. Ja? Ja. Belangrijkste wat je hebt gedaan op werk vandaag? Dat ik een beetje geld verdiend. Dat is toch wel mijn main doel. Daar ook. Beste draaiende bedrijf van Diemen heb ik gehoord. Duinker. Nee, het is niet zo groot, hè, Diemen. Oh, oké. Okay. We gaan het er niet te lang over hebben. We hebben twee hele leuke gasten. Willem Wijs, trainer bij NAC Breda. Trainer van onder 19. En assistent trainer bij het eerste elftal. Ja? Nog goed gezegd? Oké, mooi. En Peter Quint. Ja, gewoon Feyenoord supporten. Wat voor de rest niet zoveel, toch? Nee. Mijn vrije tijd ook nog wat in de kamer. Tweede Kamerlid. Voor het eerst een Tweede Kamerlid. Vorige keer dat hier was, nog niet. Jij hebt je netjes aan de dresscode gehouden. Wat dan? Ja, Tweede Kamerlid. Dan ga je een beetje netjes kleden. Ja, nee, we gaan ook evenveel bier drinken vandaag. Daarover gesproken. Je was hier natuurlijk gemeenteraadslid in Amsterdam. Mm-hmm. En dan ga je naar het grote Den Haag, het grote podium. Maar geen concessies gedaan aan je kleding. Ja, nee, dat, ofwel. Dat is mensen een beetje wel. Ik heb meestal, nu is het lekker vrijdagmiddag, maar meestal als ik in de kamer zit, dan heb ik wel een overhemdje aan. Maar ja, echt? Ja, iets met lange mouwen, weet ik veel, zo'n houthakkersblouse of zo. Een beetje wat jij aan hebt eigenlijk. Dat prima. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, nee, dat, een themakleding ziet er netjes uit. Ja, nee, maar kom op, er zijn al genoeg mensen in blauwe pakken die daar rondlopen. Maar krijg je er veel commentaar op? Het wordt nu wat minder. De eerste paar maanden, zeker als er geen kabinet was, dan konden journalisten ook over niks anders schrijven. Dan was het echt de hele tijd van, oh god, kijk die jongen is authentiek en onaangepast. Ja, ik denk veel. Ik vind dat ik eigenlijk al best mijn best gedaan heb met iets met lange mouwen. Maar, ja, oké. Okay. Dat kunnen ze eigenlijk over jou zeggen, hoor. Ja, niet over je kledingkeuze, hoor, bij NAC, denk ik. Nee, jong en authentiek, daar kom je binnen bij een profclub. Je wordt gehaald, of je gaat van Ajax naar NAC. En daar kom je ook binnen als jonge jongen. Ja. Eigenlijk zelden we als meneer Quint tegenover je. Meneer Quint? Ja. Alsjeblieft. Ja, ja, maar dan zijn er niet zoveel, dan is er niet zoveel pers als in Den Haag. Maar veel mensen die naar je toe kwamen van, hallo, wie ben je eigenlijk, Willem Wijs? Nou, via Google gaat het tegenwoordig redelijk snel, hè? Dus ja. Dan kom je achter wel wat informatie relatief snel. Maar ja, dat ik natuurlijk heel jong ben en dat je ook daar als een van de jongste trainers binnenkomt, ja, dat is helder. Dus, ja. Maar ja, wat ik al zeg, kijk, via Google dan kom je natuurlijk tegenwoordig zo snel achter. Heb jij Willem eigenlijk gegoogeld of niet? Nee. Ik ben eigenlijk benieuwd. Als je nu Willem Wijs googelt, wat krijgen we? Ja, een paar foto's die wel gedateerd zijn, zeg maar. Oh ja, hieronder. Ik denk veel Ajax, PSV, denk ik. Goeie foto's ook, jongen. Ja, ja. Oké. Okay. Ik zou zeggen, Google Willem Wijs. Maar een hele spike in die Google searches nu. Dat iedereen die gaat thuis. Ja, en wat hier wel staat, geen Liverpool, maar NAC voor Ajax ziet. Ja, officieel ook staat erbij. Ja. Ja. Ja, dat was nu helemaal geen optie meer. Ah, maar dat is wel geweest? Nou, dat zijn dan toch de traditionele knippen- en plakken sites, denk ik. Wat was het verhaal? Nu was er eigenlijk geen verhaal. Nee, nu was het verhaal dat ik bij Ajax zat. Ja. En dat ik in principe wel een doorloop contract had. Maar dat ik andere ambities had. Bijvoorbeeld met het werken met oudere jeugd en aansluiting vinden bij jezelf al. Nou, ik had het gevoel dat niet snel ging plaatsvinden bij Ajax. Ja, en als dan een club als NAC komt, ja. Waar ze dat wel heel goed kunnen bieden, nou, dan moet je afwegingen maken. En dan moet je aan de ene kant ook wel respecteren wat je hebt. En aan de andere kant je droom volgen en weten waar je ambities liggen. En dan maak je dus zo'n keuze. Maar Liverpool was op dit moment geen optie. Maar is er wel ooit mee gesproken al? Liverpool is wel een paar jaar geleden een optie geweest. Toen ik één jaar bij Ajax, toen was Liverpool toen was echt een serieuze optie wel. Hoe kwamen ze dan bij jou terecht? Dat is een grappig verhaal. Toen ik nog bij PSV zat, toen had ik Michael Biel. Die werkte toen nog bij Chelsea. En die was op een soort van werkbezoek en die kwam bij PSV. En PSV vroeg of ik voor hem een soort van programma wilde maken voor die week. Waarin ik hem kon rondleiden, kon vertellen hoe wij werkten bij PSV. Dat ik hem op sleeptouw kon nemen rondom de trainingen, dat soort dingen. Dus dan spreek je natuurlijk in een week, heb je heel intensief contact met elkaar. Dan ontstaat daar iets van een band. En dan ga je over voetbal praten en dan merk je dat op dezelfde golflengte zit ongeveer. En uiteindelijk heeft hij de overstap gemaakt naar Liverpool. Ben ik van PSV naar Ajax vertrokken. En in die tijd, toen was Brendan Rodgers nog trainer daar bij het eerste. En die wilde eigenlijk in de opleiding een Nederlandse filosofie uit gaan rollen. Hij was heel erg geïnspireerd geraakt ook door Ricardo Moniz, eerder bij Tottenham. En toen moest Michael Biel, die ik dus nog kende van mijn PSV-tijd, die moest aan mij denken.
En mailde me toen, heb je nog steeds hetzelfde nummer, want dan moet ik je even bellen. Ja, nee, dat kan, dus bel maar. En dat is toen gebeurd. Maar het was voor mij toen te vroeg, voor mijn gevoel. Ajax heb ik toen heel bewust voor gekozen na PSV. En voor mijn gevoel was ik daar toen nog niet klaar voor. Voor weer een nieuwe stap. Dus toen nog gekozen om bij Ajax te blijven. Maar is dat dan eigenlijk net zoals jonge voetballers dan zeg maar opeens worden gebeld uit de jeugdopleiding van Ajax, PSV of Feyenoord? Je kan naar Chelsea voor 3 of 4 jaar, weet je, op 16-jarige leeftijd. Was het dan zoiets dat er ook een vorstelijk aanbod voor je lag? Nee, want we hebben toen nog niet. Ja, ik heb toen wel een indicatie gekregen van contractvoorwaarden. Maar dat gaat niet om. Ik kan je verklappen, het gaat niet om die bedragen waar de jeugdspelers. Maar wel een stuk meer, want je. Nee. Ja, wat je wel merkt is. Kijk, ze merkt ook wel dat ik op een bepaalde manier twijfelde. En toen kwamen de verhalen van. Ja, maar je kunt wel gewoon hier naartoe komen. En dan regelen we een vlucht. En je kunt nog mensen meenemen. En dan ga je kennis maken met Brandon. En dan kom je naar het stadion, naar Anfield. En dan probeer je natuurlijk wel een beetje te paaien. Ja, maar ik wist ook, als ik dat ga doen. Geweest. Ja, dan ben je weg. Ja. Ja. Shirtje, ja. Kan het shirtje vasthouden. Even één foto. Ja. Maar nee, en ik had van tevoren het gevoel, ik moet dit nog niet doen, ik ben daar gewoon nog niet klaar voor. En wat verstandig, man. Ja, zit wel wat zo, hè? Absoluut, maar ik had omdat jij zei, jij hebt zijn hele biografie al gelezen. Moeten Willem wijs googlen, ik ben jou gaan googlen. Jouw derde hit is Boek Neil Peters als spreker op uw event. Ja, dat kan. Ja? Tuurlijk. Jezus, wilt u Fox Sport presentator Neil Peters een boek als spreker voor uw evenement? Nou. Je kan contact opnemen met mijn management. Een naamgenoot, een auteur uit 76, geboren in Kaapstad. Ja, Zuid-Afrika. Dat is een hele bekende zeiler trouwens. Die is de hele wereld over gereisd. Okay. We moeten een keer een feestje organiseren en nog gewoon boeken en dan niks van tevoren zeggen. Morgenavond gewoon hoor. Gewoon in Kaatsheuvel morgenavond. Ja, helaas heb ik morgenavond plannen die buiten Kaatsheuvel liggen. Ik weet nog niet precies wat, maar het ligt niet buiten Kaatsheuvel. Ik zit hier fascinerend verhaal te luisteren. Jij bent al verder gaan zoeken. Jij gaat mij googlen. Nou ja, ik was wel benieuwd eigenlijk. Ik heb het nooit gedaan. Oké. Maar inderdaad. Maar ik vind het wel echt een. Ik wist het ook helemaal niet. Het is ook niet een verhaal. Normaal lees je het wel ergens. Wist jij het? Jan Bavink, goedemiddag trouwens. Maurits Horst, goedemiddag. Nee. Nee? Nou, ik kan niet heel veel meer zeggen. Zeker een interessant verhaal, maar ik wist het niet. Nee. Zijn ze dan uiteindelijk voor Pepijn Leijners gegaan? Of zat hij er al? Nee, die zat er niet. Volgens mij is daarna Pepijn in beeld gekomen. Pepijn zat bij Porto. Ja. En die wilde daar wel graag vertrekken, dacht ik. En toen is die volgens mij via CBV, Coach Betaald Voetbal, is die in contact gekomen met mensen van Liverpool. Volgens mij is het via Gerard Marsman Dat gegaan. Dus voorzitter CBV, toch? Ja. Ja. Maar dat is wel grappig dan, nu Pepijn Leijners. Ja, ik zag laatst dat, voor mij was het bij Ziggo Sport, dat ze een item met hem al hadden opgenomen. Jurgen Klopp die in het begin zei, ja, ik wist eigenlijk niet wie deze Nederlander was. Ik had mijn twijfels over en die loopt nu echt met hem weg. Ja, maar is de aandacht zeg maar niet een stapje lager, omdat we vroeger misschien wel 20, 25 hoofdcoaches hadden waar we allemaal langs konden gaan bij Ziggo Sport en nu moet je een beetje wat verder graven om een succesvolle Nederlander als trainer tegen te komen. Ja, al vind ik dit verhaal wel echt heel interessant natuurlijk. Weet je die er met de kerst ook nog zit? Ja, nee, maar uiteraard. Nee, het is een interessant verhaal en persoon, maar op het moment dat jij 20 man hebt als Ziggo zijn om uit te kiezen gewoon A-coaches van het eerste, dan komen dit soort verhalen niet zo snel naar boven. Dus ik Want denk dat dat een voordeel is. Had je bij Ferguson had Meulensteen zeg maar naast zich en van de Gouwen, niet vergeten. Ja, van de Gouwen. Ja, absoluut. Ja. Maar dan is dat toch een soort van voordeel van een nadelige periode denk ik voor de Nederlandse trainerskilder. Hoeveel trainers gaan de kerst halen die in het buitenland actief zijn? Ja, hoeveel hebben we er nog op in respectabele competities? Ik denk, Peter Bos had de kerst wel. Ja, die draait best lekker. Champions League. Ja, alle potjes die er ergens om gingen tot nu toe, die zijn verloren gegaan. En dan zitten er dan wel een heleboel. Nee, absoluut niet zelfs. Nee, nu die weg is, is die. Is de beste trainer. Ja, dood voor je. Nooit. Nee, helemaal niet. Het duurde heel lang voordat hij mij kon overtuigen. Maar nu maakt hij wel een beetje hetzelfde foutje wat hij in de belangrijkste wedstrijd in de recente historie van Ajax gedaan heeft. Wat dan? Zich niet aanpassen aan de tegenstander. Tenminste, zo. Maar heb jij het artikel gelezen van het AD? Waar hij best wel een legitiem verhaal over had. Over het niet aanpassen in de finale. Nee, maar dat komt. AD heeft mij geblokt, mijn IP-adres. Wat dat geheel te zijde, dus ik lees nooit iets van het AD. Dus ik heb alleen wat coaches voorbij zien komen. 12 minuten geduurd. Lekker bezig, Jordi. Je gaat al een stuk vooruit. Jordi maakt vrienden. Maar vertel. Wat was zijn legitieme reden om zich niet aan te passen aan een ploeg die 10 keer zo goed is? Dan moet je het artikel lezen. Maar het interessante bij hem vind ik wel is. Kijk, wat hij ook zeg maar. Vorig jaar toen gaf hij een praatje voor de jeugdtrainers bij Ajax toen ik daar nog zat. En wat hij dan heel erg benadrukt is.
ook met Heracles speelde hij eigenlijk altijd hetzelfde voetbal. Ja. En hij wist, ook als ik naar de arena ga en ik krijg daar volgens mij toen 6-1 op zijn kloot of zo, weet ik van zoiets. Dat maakte hem dus gewoon niet uit. In die zin dat hij echt zijn eigen filosofie en zijn visie belangrijker vindt dan, nou ja, bijvoorbeeld een aanpassing aan een tegenstander en daardoor misschien een beter resultaat boeken. Belangrijker maar dat de gaat hem finale. Ja. Kijk, met Heracles kan je bijna niet winnen bij Ajax. Dus dan vind ik het een legitiem verhaal. Of het slim is of niet, voor het gevoel van je spelers. Bij PSV is hij er ook een aantal keer heel hard vanaf gaan. Maar je moet wel, ik denk, naar de situatie toe handelen. Ik denk alleen dat hij de overtuiging heeft gehad dat hij de beker of Europa League finale ook kon winnen op die manier. Ja. Ja. Dat denk ik. En ik denk dat hij dat idee nu ook had. Dus nu ook met Dortmund. Ja. Ik bedoel, je bent natuurlijk niet... Ja, maar hij moet wel een soort van patroon gaan herkennen dat het altijd werkt, mits de tegenstander dat echt... Dat zeg jij, maar Nederlandse trainers hebben natuurlijk dat is niet alleen Bos. Ik bedoel, die hebben een vrij lange traditie van zich niet zo heel erg aanpassen aan de tegenstander. En dat zit ook vrij in die... Maar is dat goed? Ik denk van niet, nee. Tenminste, tuurlijk is het goed dat je een soort rode lijn hebt waarin je vasthoudt aan een bepaalde filosofie en wanneer je probeert een bepaalde soort van voetbal te spelen. Maar nee, ja, ik vind het heel onverstandig om niet... bedoel, als je die tegenstander dan toch bestudeert, dan kun je ook maar beter kijken waar je misschien met een kleine omzetting nog wat kan doen. Bovendien denk ik ook dat je er... daar zullen de trainers meer verstand van hebben. Dat je een selectie krijgt die veelzijdiger inzetbaar is op het moment dat ze af en toe ook een keer wat moeten schuiven in de manier. Een goede selectie hebben wel. In ieder geval die veelzijdigheid zou kunnen zijn. Ja. Toch veelzijdig zou moeten zijn. Fok afgelopen weekend bijvoorbeeld heel mooi. Want Sarri, trainer van Napoli, is iemand met een vrij... plan wat we allemaal weten, zeg maar uit naar Roma is dan even nu, omdat Juventus wat steken laat vallen, heel belangrijk. Speelt een totaal andere wedstrijd dan met hele kleine aanpassingen. We gaan helemaal niet volle bak, gingen voor de 1-0 en na de 1-0 gingen ze helemaal naar achter. En ja, dat is denk ik klasse, dat je dat kan. Roma uit is gewoon een moeilijk duel. Zij wil eindelijk een keer de Scudetto winnen. Hij heeft een soort van... vast plan als Bos altijd heeft. Maar ik denk toch, die zaterdag ga ik het niet doen. Nee. René Haken, had hij geen plan? Och, Jezus. Ik denk dat René Haken gewoon niet de juiste man was om dit Twente met deze selectie in de Eredivisie te houden. Ik denk echt dat als René Haken er was gebleven, dat Twente eruit was gegaan. Want waarom? Omdat ik vind dat Haken al sinds dat hij toen Schreuder heeft opgevolgd, ik heb Twente nooit een goede wedstrijd zien spelen, behalve Ziyech excelleerde. Maar vorig jaar niet onder met ene zoen al? Sorry? Vorig jaar hebben ze geen goede wedstrijd gespeeld? Nou, niet dat je er echt van genoot. Haken, ik vind dat Haken niet alles uit zijn spelers heeft gehaald. Ja, collega trainer? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk... Ja, dat zijn zulke moeilijke discussies, omdat je niet weet wat daar iedere dag gebeurt. En kijk, wat nu heel duidelijk is natuurlijk dat de selectie van Twente... een aardige metamorfose heeft ondergaan. Dus wat je ziet is dat daar het materiaal ten opzichte van voor de zomer dat drastisch anders is. Ja. Dat het minder is, dat zal ook bijna iedereen beamen, denk ik. En dan is het zo moeilijk om in te schatten. Kijk, aan de andere kant denk ik, waarom zou die club dan zijn contract voor, is het amper een half jaar geleden of zo, nog verlengen, openbreken en verlengen, toch? Ja. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk ergens raar. Alleen je weet dus niet wat daar op de achtergrond gebeurt, wat er in die spelersgroep leeft, hoe het tussen spelers en trainers, hoe die relatie is. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om daar iets van, te zeggen. Ik vind dat je daarvoor meer informatie moet hebben. Op zich, die contractverlenging was helemaal niet zo raar, want ze werden zevende en Haken is natuurlijk een goedkope trainer vergeleken. Hij staat gewoon laag op die loonstrook. En als je zevende wordt, dan doe je het toch goed. Maar dan vraag ik me af, als je kijkt naar de selectie van Twente, als je dat vergelijkt met de tegenstanders, VVV, Willem II, als je daar niet van wint, zo slecht is die selectie ook weer niet. Kijk, als je verliest van Feyenoord, Ajax, zevende was het AZ ook niet. Nee. Sorry? Ze werden zevende, maar een selectie voor de zevende plek hadden ze ook niet, toch? Dat was wel heel erg hoog. Nou, ik vind dat ze er nog veel meer uit kunnen halen. Die selectie, tegen de hele goede, dus tegen Ajax, PSV, Feyenoord, speelden ze gewoon heel erg defensief echt op de counter. Dat ging prima. En tegen die wat middelmatige tegenstanders... Jij spreekt nu als supporter. Jij wilt vermaakt worden. Dat gebeurde dus niet onder Haken. Nou ja, kijk, hij heeft wel resultaat geboekt vorig jaar. Nou, kijk, weet je, als je verliest, zoals bij Willem II zaterdag, weet je, dat vind ik allemaal, of zondag, vind ik allemaal prima. Maar als je kijkt naar de manier waarop, ze spelen laf. Ze speelde het vorig jaar ook al gewoon zonder motivatie, weet je wel. Als je dan Roda zag van het weekend, die spelen echt met de drang en er zie je een passie. Bij Twente zie ik gewoon nooit... Maar is laf niet een synoniem voor een fan? Dan zegt een fan zegt laf en dan zegt de trainer, we spelen naar onze mogelijkheden. Ja, maar Niel, als jij Saidi hebt
die geen één, en Boeren die vorig jaar 34 maakt en die krijgt geen één bal in zijn voeten gespeeld de hele wedstrijd, dan lijkt me niet dat je goed gespeeld hebt. Als je maar één schot op doel hebt de hele wedstrijd en dat was de penalty, dan heb je niet goed gespeeld tegen Willem II. Nee. Wat vind je van de woorden van jouw pupil, Jordi? Ja, ik heb met hem te doen. Ik probeer elke week soort van op vrijdag al te zeggen van, nou, Maurits, dit weekend wordt het weer niet. En dan is hij nog heel strijdvaardig en dan pakt het toch weer anders uit dat weekend. Nee, ja, ik snap het sentiment. Het is natuurlijk niet heel lang geleden dat Twente een gerespecteerde club in Nederland was in de bovenste regionen. Ja, maar ja, goed. En dat is een harde daarbij val. Daarbij jarenlang dus boven hun stand geleefd. Als ik van een afstand een beetje die verhalen gevolgd heb, dan is het daar pas gaan omvallen. Toen op een gegeven moment duidelijk werd dat de stromingen niet helemaal... De ene rekening met de andere werd opgevuld. Nee, precies. Maar dan is het volgens mij ook wel redelijk terecht dat je dat nu op de blaren zit. Toch? Ja, maar dat heb dat je ook ze toen wel ver boven in stand hebben geleefd. Ja, alleen ik denk dat de waarheid misschien ergens in het midden ligt. Dus ze zullen niet zo goed zijn als dat ze echt de top 3 kunnen aanvallen, denk ik. Nee. Maar ze zullen, in principe zouden zij niet zo slecht moeten zijn om te spelen tegen degradatie. Want daarvoor is het achterland en de gewoon hele status van de club en de supporters in het stadion is gewoon te groot. Je hebt wel met de selectie te maken. Natuurlijk, want op dit moment is die wel ongeveer waar ze nu staan, hoor, vind ik. Ik denk het ook. Maar dat zegt de chat ook. De chat is het absoluut niet eens met de stagiair. Waarom? Ja, dat wil ik weten. Dit seizoen is het troep. De selectie vorig jaar had je Unal, Mokoccio, Klich. En nu een aantal jeugdspelers vorig jaar goed ingepast, nu echt een baggerselectie. Stagiair is een supporter, dat hoor je wat terug in de analyse. Ja, dat kan. Nee, weet je, dat is prima. Maar de verdediging is bijna nog hetzelfde. Gewoon als vorig jaar. Ja. Je hebt een betere keeper. Kijk, je mist je doelpunten. De Unal is weg. En je hebt die twee centrale middenvelders, Mokoccio en Klich. Nou, die waren echt gewoon, dat was gewoon subtop. En nu heb je daar Holla en Lindel. Nou ja, dat vind ik ook niks. Al moet ik zeggen dat ik Fuskic de laatste wedstrijd wel aardig vond spelen. Maar ik zeg ook, de selectie is niet dat je zevende kan worden. Maar de selectie is ook niet dat je hoeft te verliezen van VVV thuis en Willem II. Want Willem II is ook niet best. Ja, maar is het niet, heb je dat niet bij AZ en bij Vitesse ook gezien? Die hebben op een gegeven moment ook zeg maar, die fase doorgemaakt waarin ze boven hun stand leefden. Waarbij ze een rijke baas hadden die er heel veel geld in pompt. Ja. Ik vrees altijd nog steeds dat zoiets ook een keer met Utrecht kan gebeuren. Al denk ik dat ze het daar slimmer aanpakken. En dat op het moment dat je dan in één keer die crisis krijgt, dat je dan ook spelers kwijtraakt. Dat je ook motivatie, je hebt allemaal gezeik intern. En dat volgens mij ook AZ en Vitesse nadat die suikerroom opstapte, ook hele moeilijke jaren hebben gehad. Duurt ook gewoon even het realiteitsbesef bij de achterban. Omdat je hebt een aantal seizoenen hoog gevoetbald. En dat is wat je wil met FC Twente, wil jij de top uitdagen minimaal tot zesde plek strijden. Ja, maar daarna vergeet je even. Ja. Jordi, kijk, vanaf 2007 tot en met 2011, totdat ze kampioen zijn geworden, zeg maar dat jaar daarna. En toen hebben ze gewoon net geboek gehouden, maar pas vanaf het kampioensjaar, dat seizoen daarna, zijn ze jank over 7 miljoen gaan. Toen zijn ze pas gaan investeren, want onder Rutte hebben zij in de jaren voor kampioen... Maar toen niet al veel te veel salaris. Dat moet je natuurlijk afvragen. Nee, in de kampioensjaar speelden ze met jongens van de eigen streek, Kufo, Wiskerhof, dat elftal was niet duur. Toen hadden ze Stoch gehuurd. Was Ruiz volgens mij de maximale aankoop van 4 miljoen. Nee, maar je hebt het nu over transfersommen. Maar het kan natuurlijk ook het hele beleid zijn wat je uitgeeft aan salaris. Nee, ik heb de salarisstrook gezien. Nou, maar wat verdiende Ruiz in die tijd? Ruiz verdiende 7 ton. Ja, maar 7 ton maar voor een Ruiz club als Twente. Ruiz was de beste verdiener. En toen speelde maar 7 ton, hè? Twente speelde toen al Champions League, hè? Voorronde Champions League, Europees al jaren achter elkaar. Daar heb je ook flink op verdiend, volgens mij, uiteindelijk op Ruiz. Ja, maar dan gaat het om. Kijk, uiteindelijk wel. Maar je geeft iemand zo'n salaris. Voldoende. Nee, maar je geeft zo iemand een salaris. Maar dat is dus op basis van dat je Champions League wil spelen. Ja. Hè? Maar als je dat niet haalt, dan heb je wel al die dure jongens. Want kijk, het gaat mij niet om een Ruiz 7 ton. Maar er zijn ook jongens gezien die 5 ton verdienen en die nooit het halen. Nee, maar Niel, dat was dus het probleem. Kijk, Ruiz is dan, die 7 ton was hij meer dan, dat hij dat verdiende was meer dan waard. Want ze werden kampioen, Champions League in. Alleen toen gingen ze jongens als Bengtson halen, Castanjos. Nou, die jongens die gewoon niet zoals Ruiz zich hebben ontwikkeld, die verdienden toen allemaal 1 miljoen. Castanjos die ging elk jaar 2 ton meer verdienen. En zijn startsalaris was al 1 miljoen per jaar. Ja, dan gaat het natuurlijk mis. Kan je dan Haken verantwoordelijk houden voor Twente van nu? Ja, want dat vragen mensen nu ook. Doe jij grote voorbeeld zat afgelopen maandag bij Kees, bankzitter.
En die zei... wie is nou in mijn grote voorbeeld? Hoe heet die ook weer? Leon ter Voorde, toch? Leon ter Voorde. Oh, ja. Die zei, Johan Hals heeft 14 nieuwe spelers gehaald. Ja. Daarvan zijn ze eigenlijk alle 14 niet goed genoeg. Hij had er ook 7 kunnen halen. Ja. En dan was er niks aan de hand geweest. Ja, maar ja, Leon vind zei, ik altijd kan je nu al oordelen daarover? Leon zei wel dat... Ik ben een boodschapper, jou. Hè? Dat is een vraag aan jou. Don't shoot the messenger. Ja, we zijn nu 8 wedstrijden onderweg. Kan je een speler 8 wedstrijden oordelen? Nou, je hebt een voorbereiding erbij. Ik denk dat je dan op een gegeven moment wel mag gaan kijken of een speler goed genoeg is voor je. Maar voor luister, Jan, de spelers zijn natuurlijk, de meeste spelers zijn pas na de voorbereiding binnengestroomd. Dus dat. Maar het is een beetje. Ik zeg het nogmaals. We hebben een slechter elftal dan vorig jaar. De kwaliteit is gewoon minder. Maar dat wil niet zeggen dat je dan nog... Van, wij hebben bijna tegen alleen maar tegenstanders van vorig jaar het rechte rijtje gespeeld. Hè? PEC Zwolle, die doen het overigens wel goed. Maar Willem II, VVV, dat hoef je toch niet te verliezen? Nee, natuurlijk niet. Overigens, over salaris gesproken, wie kent er nog? Bernard Parker. Zeker, Zuid-Afrikaan. 1 miljoen salaris. Keurig. Ja. Ja. Die heeft nog steeds een standbeeld van Joop Munsterman ergens in Zuid-Afrika. Hij is met zwembad. En maar goed, voordat het hele, ik vind het punt net wat zeg maar Jan maakt. Dit is natuurlijk wel heel interessant. Kijk, nu wordt het natuurlijk wel, en dat is natuurlijk voetbalstandaard. De trainer wordt er maar weer op afgerekend. Ja. Terwijl natuurlijk, en ook eens zo dat daar misschien ook wel meer uithalen is. En nogmaals, daar kan ik ook niet goed genoeg over oordelen. Alleen wat je wel altijd ziet, of 9 van de 10 keer, is dat dan toch de trainer, die moet maar weer wijken dan. En dan komt er straks weer iemand anders. En wat volgens mij uit onderzoek ook wel vaker is gebleken, is dat de resultaten ook weer 9 van de 10 keer na een trainerswissel ook weer niet ineens desastreus anders worden. Dus dat is natuurlijk ook, die trainer wordt maar weer uitgebonjourd dan. Voor hoeveel invloed heeft een trainer? Nou, heel veel vind ik wel. Voor de lange termijn is het denk ik voor Twente echt cruciaal dat ze iemand als Rutte weer binnenhalen. Want kijk, Jan van Hals die doet nu het commercieel en het technisch beleid. Dus Jan van Hals heeft die spelers binnengehaald en die heeft verder geen netwerk. Rutte heeft natuurlijk een veel groter netwerk en dan die is daar beter mee. Ja, maar dus ik heb bij Feyenoord iets van 10 jaar geleden of zo meegemaakt dat we ook zeg maar hypothekeerden op de toekomst en dacht dat je in één keer met dure jongens als wie kwamen toen Danny Lans zat, Makai die kwam terug, Dalton die kwam terug, Hofland. De Claire. Nou ja, en nog een dit waren nog de meer capabele voetballers zeg maar. Dat was ook nog een heel bataljon aan mislukte Brazilianen en zo in die tijd binnengehaald. Het was een soort van investering waarvan je hoopte. Eigenlijk kon je het financieel net wel net niet leiden. Maar als we dan kampioen zouden worden, dan zou het wel weer goed komen. Nou, ze werden 8e geloof ik, want dat was echt een dramatisch jaar. PSV heeft het ook jaren gedaan. Hè? Ja. PSV heeft jarenlang gegokt op Champions League. Moesten voor maar eens in de 3 jaar Champions League spelen om de begroting rond te krijgen. Lukte niet. En toen konden ze opeens de hele parkeerplaats verkopen. Ja, mocht de gemeente weer een lening geven, toch? Ja. De gemeente weer een lening op de grond of zo? Nee, maar die hebben toen die grond gekocht voor 45 miljoen. Ligt nu bij de Europese Commissie over of die handeling correct is. Ja, terecht. Jij bent niet van geld van de gemeente naar voetbalclub? Ja, nee, natuurlijk niet. Dan alle clubs evenveel. Ja, nee, maar gewoon allemaal niet doen, weet je. Hoeveel geeft Dordrecht elk jaar aan FC Dordrecht? Nou, er gaat zo weinig geld om, dan kan de gemeente weinig aan bijdragen, volgens mij. Maar ik bedoel, ik heb die discussies bij NAC ook een paar jaar geleden geweest. En ik kan me nog herinneren toen ik bij Willem II was. Ik kende iemand die zat er in de gemeenteraad in Tilburg. Ja, geef het zo'n halve vrijwilliger in de gemeenteraad maar te doen, zeg maar. Dan moet je dus nee zeggen, terwijl je houdt zelf van die club. Terwijl je hebt in één keer 600 man in je voortuin staan met brandende hooivorken, omdat je de club failliet dreigt te laten gaan. Ja. Terwijl, als je erover nadenkt, het heet niet voor niks professioneel voetbal. Waarom zou, jij en ik houden ervan dat jij en ik betalen daarvoor? We hebben ons eigen abonnementje, we gaan naar wedstrijden, we hebben een seizoenskaart, we betalen tickets. Allemaal van dat soort dingen. Waarom zou de rest van Nederland daar aan mee moeten betalen? Ik bedoel, in principe moet je gewoon zeggen, ja, sorry, als je je zaken niet op orde hebt, even goede vrienden, maar dan ga je failliet, net als elk ander bedrijf. Want dat is het, een bedrijf. Hoeveel profclubs zouden we hebben als we dat nooit hadden gedaan? Nou, goed, goede vraag. Ik ben wel benieuwd hoeveel er weer teruggekomen waren. Je ziet bijvoorbeeld RBC, die zijn nu ook weer aan het... Die zitten nog steeds... Haarlem heeft hetzelfde. Ja, maar goed, het is niet alsof RBC en Haarlem voordat ze failliet gingen nou echt Champions League kandidaten waren. Nee, precies. Maar RBC zit nog steeds ergens in de derde klas, tweede klas of zo. Dat is wel een ontzettend lang proces. En misschien ook wel een goed bewijs van dat... die toch een soort van... Sorry, maar terecht de stekker eruit haalt. Want anders was die club nu wel... Want hoe lang is RBC al failliet? Nee, maar bedoel, als er echt wat achter zat, dan waren ze nu wel op een respectabel niveau beland, denk ik. Ja, maar stel, je woont in Tilburg en je houdt niet van voetbal en je bent je thuiszorg kwijtgeraakt omdat er een voetbalclub gered moest worden. Ik zou bloedlinks zijn. En terecht.
Ja, terecht. Aan de andere kant natuurlijk, althans vind ik, moet zeg maar de, zeg maar, ja, moet goed uitleggen, zeg maar de band die de club heeft met de omgeving, die verbindt ook en die zorgt ook voor vermaak in die, in die woonplaats van die mensen en zorgt ook voor sociale projecten en voor integratie en voor, dus ik bedoel, de sport, zo zou het moeten zijn, verbindt ook natuurlijk tussen de club en het gebied waar de club, exact, gewoon nog in de samenleving. Probleem is alleen dat de club een puinhoop ervan maakt, allemaal spelers koopt en betaalt, dat ze niet kunnen doen. En dat staat niet echt gelijk aan van, ja, oké, handje omhoog. Dat is een wel gezellige vrijdagavond dan ook. Ja. Sans, we hebben het over profvoetbal. Ja. Dan zou je zeggen dat je over een professionele omgeving te maken zou mee moeten hebben. Als je kijkt naar hoe clubs bestuurd worden, zou je dat over het algemeen professionals noemen? Ja, maar hoe kan ik het nou weten? Doe je Nederland erbij? Ik vind het heel moeilijk. Geld wordt uitgegeven. Hoe vaak clubs problemen hebben met geld? Ja. Nou ja, kijk, bedoel, je hebt natuurlijk ook te maken met een hele gekke markt, zeg maar. Waarbij je ook, zeg maar, de kleinere clubs hele grote investeringen moeten doen met een hele onzekere uitkomst. Spelers. Maar wat ik me dus altijd afvraag, wat mij altijd verbaast is, kijk, voetballers met alle respect die dan uiteindelijk managers worden en zo, daar kan je het op zich niet van verwachten, want dat is niet hun achtergrond. Maar je hebt zo vaak mensen die uit het bedrijfsleven overstappen naar een profvertak en daar gewoon ook zich verliezen. Ja, maar volgens mij heeft dat met een paar dingen te maken. Eén is toch een soort van, ik bedoel het minder hard dan dat ik het zeg, maar een soort veredeld hobbyisme. Dat soort in één keer, ook met een bedrijfsleven achtergrond, dat je in één keer zoiets zegt van, oh, het is toch wel een soort jongensdroom om... Ja, weet je, bedoel, als ik gevraagd zou worden om trainer van Feyenoord te worden, ik kan daar geen klote van, maar ik zou meteen zeggen, oh, dat lijkt me echt te gek om een keer te doen. En volgens mij heb je dat bij bestuursfuncties ook enigszins. Twee is voetbal ook best wel een conservatieve omgeving. Ik vind het nog steeds onbestaanbaar dat Feyenoord iemand als Robert Eenhoorn nooit heeft binnengehaald met zijn netwerk en zijn sportexpertise bijvoorbeeld. Maar waarom is hij, denk je, niet binnengehaald? Ik denk dat hij te ver van het voetbal stond toen. Ze zijn maar voor ook een sportieve functie. En als je het over bestuurlijke functies hebt. Hij was voor mij technisch directeur bij de honkbalbond. Hij is nu benaderd, toch? Ja. Toen kun je op te volgen. Ja. Maar nu zit hij bij AZ natuurlijk in een proces. Dacht ik dat hij daarom het niet deed. Maar ja, klopt. Hij is nu benaderd. Maar ze hadden nu dan zeg jij waarschijnlijk te laat. Ja, precies. Voordat hij bij AZ terecht kwam, ging die naam al heel lang rond in Rotterdam. En bedoel, het is die jongen houdt van de club. Die was net zo enthousiast dat ik zou zijn als dat ik... Maar dat betekent niet dat het ook automatisch goed is als je iemand met liefde voor de club binnenhaalt, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, er zijn nog wel wat meer voorbeelden uit de geschiedenis te halen, denk ik. Maar ik bedoel, er is wel iemand die aantoonbaar ook sporen verdiend heeft in de sportwereld en ook in de managementwereld. Maar ik denk dat het soms, zeg maar, de liefde inderdaad soms wel eens in de weg van de professionaliteit gaat. Ja. Aan de andere kant, je gaat het altijd houden in voetbal. Weet je, je moet zulke grote investeringen doen en je weet niet wat eruit komt. Is het probleem niet dat er is geen mal. In een bedrijfsstructuur heb je bepaalde, en dan kunnen door posities worden ingevuld door individuen. En die worden daarop gescreend en een cv en werkervaring opleiding. Er is geen mal, want ik word altijd een beetje gek van als elke succesvolle volleybalcoach ineens de oplossing zou zijn voor een voetbalclub of zo. Er zijn mensen van een andere tak van sport die het heel goed kunnen doen binnen het voetbal. Er zijn ook mensen die helemaal geen bedrijfsopleiding hebben en gewoon voetballer zijn geweest, die het heel goed doen. En er is geen antwoord op, dus daarom blijft het altijd een puinhoop. Is er geen antwoord op? Hetzelfde zie je nu weer, denk ik. In de hele discussie of er zeg maar een buitenlandse bondscoach moet komen of een buitenlandse TD. Maar dat is natuurlijk een hele slechte discussie aan zich. Want goede mensen. Ja, precies. Ik bedoel, je kunt niet zeggen dat we, als we nu over de grens rijden, we pikken daar een Duitser van de straat, we zetten daar neer. Maar dat is waar slaat het op? Nee, exact. Dus het gaat gewoon om kwaliteit. Het verruimt wel de gedachte, hetzelfde wat jij net aangaf, over dat wij... Waarom? Nee, het verruimt... Het is super conservatief alleen te kijken in je eigen land. Dus dat je verder kijkt, dat betekent niet per se dat je iemand hoeft te pakken. Maar het verruimt de mogelijkheden die je iemand voor die functie kan benaderen. In het geval van bondscoach vind ik ook wel dat de dominantie die altijd maar wordt verwacht... Dat je dus als Nederlandse bondscoach bijvoorbeeld altijd maar 4-3-3 gaat spelen. Ik bedoel, Van Gaal heeft bewezen dat je daarvan af kunt wijken. Maar goed, die had al een redelijke staat van dienst opgebouwd voordat hij dat durfde. En alsnog stond het hele land op zijn kop. Denk ik dat je misschien daar wel meer kans mee hebt als je een keer iemand uit het buitenland haalt. Zonder dat het meteen, ik bedoel inderdaad, als je hier twee Britse toeristen van uit het centrum pikt, dan wordt het waarschijnlijk ook niks. Maar dat je erover nadenkt, vind ik alleen maar logisch. Nee, ja, maar jij bent Valikant tegen. Waar tegen? Dat je het openstelt ook voor buitenland. Maar het is tegen buitenland. Veel plezier bij Dordrecht, hè? Ik heb, overleef het.
ik heb wel schrikschillend voordat PSV Bord werd aangesteld gezegd ja. van om het extra te benadrukken. Maakt mij niet uit wie trainer van Ajax wordt, als maar een buitenlander is. Ja. Nou, dus weet je, ik ben wel voor het om over de grens te kijken. Maar we hadden het net over hoe clubs geleid worden en bestuurd worden. En daar gaat vaak, daar heb je vaak van, die hockeycoach heeft het daar goed gedaan en die is zo innovatief. En we moeten meer naar hockey kijken, we moeten meer naar waterpolo kijken. Dat vind ik een beetje roepen om het roepen. Want daar is niet echt. Er is geen zekerheid, zeker niet in. Ja, maar je kan natuurlijk wel kijken. Je hoeft niet te kijken naar de sport hockey of de sport waterpolo. Maar je kan wel bepaalde, zeg maar, zeker organisatiestructuren. Als je bijvoorbeeld wat hoe heet die? Niet Blanchet. Nee, die volleyballer die bij AZ en PSV, Gerbrands. Okay, Gerbrands. Ja, ik bedoel, die heeft zich niet alleen met het sportieve deel bij volleybal bezig houden, maar ook bij de hele organisatie daaromheen. Ja. En daar kan je natuurlijk wel parallellen trekken. Dat je zegt van oké, iemand is in staat om zo'n team heen een organisatie te bouwen die rust biedt, die ruimte voor ontwikkeling biedt. En dan... Maar omdat Toon goed is, zegt niet dat de andere volleybalcoach ook goed is. Nee, dat is een beetje mijn maar punt. Maar bewijs wel dat het dus wel kan. Iemand uit een andere sport. Ja, maar het bewijst ook dat je iemand van straat kan plukken en die het ook goed kan doen. Nee, maar waar het dus om gaat is, je zoekt of je hebt een vacature, je hebt een functie, daar maak je een functieomschrijving en je gaat kijken van nou welke cultuur komt hij of zij terecht en nou, wat worden daarbij de functie-eisen, et cetera. En dan ga je een gezonde afweging maken tussen is het voetbal, is het honkbal, is het korfbal, is het een Nederlander, is het een Duitser, is het een Engelsman. Dat maakt niet uit, maar je gaat volgens mij gaat het al fout bij dat eerste, bij het vaststellen van wat wie gaat doen, wat zoek je. Dat mis ik namelijk in deze hele discussie nu bijvoorbeeld over de TD of over de nieuwe bondscoach, maar waar moet hij of zij aan gaan voldoen? Justin werd uitgelachen, dat weet ik nog. Onze Justin was bij het ontslag van Danny Blind, en toen was die persconferentie met Jean-Paul de Cassot. En die quote werd ook nog naar voren gehaald in Voetbal Insight. En Justin werd belachen, maar die zei eigenlijk, wie gaat die lijst samenstellen waar de volgende bondscoach aan moet voldoen? Ja. En toen zei hij, hele verstandige mensen, dat was het antwoord van Jean-Paul de Cassot. Maar ja, dat is geen. Nou, weet je, volgens mij iemand anders uitgelachen moeten worden. Maar ik bedoel, ja, maar het is. Ik bedoel alleen, weet je, waar moet nou een technisch directeur aan denken? Wordt een technisch directeur afgerekend op de bondscoach en het succes daarvan? Of wordt die afgerekend over de ontwikkeling van het Nederlands voetbal over 5 jaar? Weet je, geef een bepaalde punten. Of over de organisatie bij de KNVB. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je zo iemand te functioneren kan beoordelen. En volgens mij moet je van tevoren duidelijk maken, deze persoon nemen wij hiervoor aan en die zullen ze ook hierop afrekenen. Ja, want nu heb je dus dat Erik Gudde wordt algemeen directeur bij de KNVB. Mm-hmm. En dan heb je nu in de Raad van Toezicht of de Raad van Commissaris heb je Han Berger. Voor mij, Han Berger, voor het voetbal inhoudelijke gedeelte. Hij gaat van commissaris en dan zitten dan verschillende portefeuilles en hij wordt dan het technische. Voetbal, Maar ja, dus dan moet Gudde dit nu vast gaan stellen. Dat denk ik, ja. Toch? Als je maar Gudde wordt natuurlijk weer gecontroleerd door de RVC. Dus hij moet samen met Han Berger in ieder geval... Ja. Het maar goed, als zij samen tot de conclusie komen, Jordi moet de nieuwe trainer van het Nederlands elftal worden en Jordi die faalt, dan is nog steeds de vraag, is het de schuld van Han Berger of is het de schuld van Erik Gudde of is het de schuld van Jordi? Nou, voor mij, maar uiteindelijk is Gudde dan eindverantwoordelijk. Nee, precies. Nou, dat ligt ook aan wat er in de functieomschrijving van de algemeen directeur staat. Ik hoop dat dat soort dingen heel duidelijk worden. Nou, dat zou zo verstandig zijn als ze nu naar buiten komen met een plan, zeg maar. Dat je niet na 2 verliespartijen dat iedereen weer gaat vragen, moet de bondscoach eruit? En dat je weer als nieuwe Erik, dat je daar weer na een maand zit van, ja sorry, dit is hem niet geworden. We gaan op zoek naar de volgende. En dat dus kom maar met een heel goed uitgebreid plan. Als interim. Ja, een beetje wat je met de clubs, weet je, dat je zegt van, nou, dit is een tussenseizoen. We werken er naartoe, we geven alle vertrouwen aan de trainer en we gaan bouwen aan iets. Je kan na 2 gemiste hoofdtoernooien, kan je ook niet meer veroorloven om een tussenperiode af te kondigen. Ja, waarom niet? Nou ja, want de afgelopen 2 keer dat het misgaan, was niet een tussenperiode. Nee, dat is waar. Maar ik wordt nu even tijd om te herpakken. Er wordt op een gegeven moment ook, als je 8 jaar geen WK gespeeld hebt, wel weer van Nederland verwacht je er gewoon over 4 jaar wel bij bent. Maar dan maak je dus wel weer in mijn optiek de fout door te zeggen tegen de nieuwe bondscoach, jij moet je kwalificeren. Maar dat ligt eraan waarom je denkt dat je de vorige keer gemist hebt. Ja, want ik vind nog steeds, ook als je in een overgangsperiode zit, dat je als Nederlands elftal gewoon een eindtoernooi hoort te kunnen halen. Sorry hoor. De vraag is natuurlijk überhaupt of je over dit onderwerp überhaupt al naar buiten moet treden. Omdat je dat vooral ook intern houdt. Kijk, ik snap wel waar het vandaan komt. Want als je natuurlijk buiten aangeeft van ja jongens, nu even rustig aan en de eerste zaken op orde en dan zien we daarna wel weer. Maar inderdaad, kijk, je hebt toch altijd te maken met een heel groot publiek. En dat zijn in Nederland heel veel mensen, denk ik altijd, die daar maling aan hebben. En die inderdaad zeggen, ja maar we moeten toch altijd gewoon kwalificeren. Dus de vraag is, moet je dat zo duidelijk zeggen? Het is nu echt een tussenperiode. Sowieso in topsport is dat ook best wel apart natuurlijk.
Maar het is ook denk ik in dat opzicht, weet je, waarom net misschien, voor mij zei Peter dat, weet je, als je naar andere sporten kijkt, in het voetbal, in de voetbalwereld word je gewoon niet toegelaten. Kijk, Robert Eenhoorn was misschien een hele goede keuze geweest voor Feyenoord, maar ja, het was geen voetballer, want het is een oud honkballer. Ja, maar dat, Toon Gerbrands heeft het mazzel gehad dat hij de eerste 5-6 jaar volkomen in de luwte heeft kunnen werken. Ja. Scheringa als beeld naar buiten en dan, toen had je eerst Martin van Geel voor technisch beleid, toen Marcel Brands. En het is pas de laatste jaren dat hij naar buiten is gekomen als de algemeen directeur. Ja, maar dat is dan toch goed voor mensen uit de andere tak die dat ook ambiëren, dat er nu een aantal zijn waar je naar kan wijzen. Ja, maar die krijgen kans, dat bedoel ik. Ja, het zal langzamerhand vast wel komen, want alles verandert en het wordt opener en er komt meer interessante inkijkjes op. Dus ik denk dat dat best wel eraan zit te komen, alleen dat heeft tijd nodig. En ik denk dat de voetbalwereld te constant... Als je het vanuit of tenminste in het afzet tegen het andere voetbal, dan mogen we in Nederland zowel van hoe de clubs worden bestuurd als met dat soort dingen niet klagen hoor. Want het zijn een aantal landen waar, waar het echt nog een stuk conservatiever is en waar clubs veel slechter worden geleid. Want wat jij zegt van, je komt er niet tussen, je hebt het over de recordkampioen van Turkije, waar gewoon iemand voorzitter wordt en zijn gehele familie een functie geeft binnen het bedrijf. Ja, dat is... Maar dat zijn toch goede mensen? Ja, fantastische mensen. Ja, die kent hij gewoon heel goed. Ja, ja. Ja, maar die vertrouwt hij toch? Daar heb je echt niet een leven lang en gescout. Dat is natuurlijk... Jij wil zeggen dat jij, als jij de baas wordt bij Ajax, ons niet allemaal een functie geeft? Ik pas trouwens, maar... Ja, maar gelukkig ja, ik zal wel... Nee, ja, nee. Dus op zich, het is allemaal niet zo kwalijk, maar meer in de grote lijnen, daar heeft Nederland op dit moment wel iets achterstand. Ja. Ten opzichte van een aantal landen. Ik merk het gewoon nu ook, weet je, nu heb je ook binnenkort die Avant-Garde Cup, hè, waar de wedstrijd van de toekomst wordt gespeeld. En waarna wordt gedacht, hè, hoe je het voetbal aantrekkelijker kan maken en dat soort dingen. En hoeveel moeite dat kost om er überhaupt over na te denken en dat soort dingen. En dan hebben we het over het speltechnische gedeelte. Hè? Terwijl voetbal nu al 100 jaar, wat is het, 150 jaar, precies hetzelfde wordt gespeeld. Ja, maar je hebt met de spelregels toch precies dezelfde discussie. Hoe lang het duurt voordat die hulpmiddelen eindelijk toegestaan zijn. Hoe lang het duurt voordat je bijvoorbeeld één keer per helft zo'n correctie kan aanvragen. Ja. Ik zat, wanneer speelde Feyenoord? Dinsdag, woensdag. Dan zit je even te timen hoe lang die vrije trappen in de blessuretijd duren. Dat is één keer anderhalf minuut en dat is één keer 50 seconden. En van de 3 minuten fluit hij af naar 3:15. Ja. Ik denk van jongens, het is 2017. Schandalig, die laatste wissel. Ja. Die heeft gewoon echt iets van een half minuut of 45 96 seconden geduurd. Ja. Die wissel was 96 seconden. Serieus zo lang? Seconden. Nou, in ieder geval, ik ging ook bij zeg maar, meerekenen hoe lang er extra tijd bovenop de extra tijd kwam. Dat was echt iets van 20 seconden, ja. 15 seconden. Ja. Ja, dat is echt. Het is heel makkelijk te voorkomen. Maar wat dan? Ja, gewoon de tijd stilzetten. Ja, maar dit weet die man. Die man weet ook dat als daar een wissel plaats gaat vinden, dan moet hij nog extra tijd bij. Hij moet sowieso 90 seconden. Ja, maar dat is natuurlijk sowieso langer dan wat daar werd. Een halve minuut voor een wissel. Ja, dan heeft hij zich daar. Heeft hij zich sowieso op dat gebied heeft hij zich al niet aan de regels gehouden. Nee, en dus dat blijft ook mensenwerk. Dus je kunt afspraken maken wat je wilt. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk ook op een punt, ja, dat mensen gewoon een afspraak moeten nakomen. Dus eigenlijk moet die man niet beoordeeld worden en zeggen, hey. Ja, dat is van de UEFA, ja, want het loont exact al jaren om tijd te rekken. Ja, maar je kan toch ook gewoon zeggen, jongens, als die bal over de zijlijn schiet, dan drukken we de klok in en we gaan voor een half uur zuivere speeltijd per helft. Ja. Het enige nadeel is, dat is natuurlijk het commerciële nadeel, je weet niet precies hoe snel een wedstrijd gaat, dus je weet in één keer niet meer precies wanneer een wedstrijd afgelopen is. En je wil bijvoorbeeld als Fox ook 3 wedstrijden naar elkaar kunnen programmeren, dus je weet niet of je overlap daarin krijgt. Nee, dat is zo. Aan de andere kant, ook daar kun je natuurlijk mee gaan testen. Ja. En het lijkt me heel sterk dat dan de ene wedstrijd in totaal iets van 1,5 uur duurt en de andere ineens 2,5 uur. Dan wordt er wel heel professioneel tijd gerekend natuurlijk. En al zou het zo zijn, dan laat je tenminste eens een keer zien hoeveel tijd er uiteindelijk... Ja. Maar ja, dat heeft op een gegeven moment ook natuurlijk geen... Op het moment dat je die klok stilzet, dan heb je er ook geen voordeel meer van. Dus waarom zou je dan tijd trekken? Ja, om het ritme te breken van de wedstrijd misschien. Dat is dan een laatste voordeel. Komen. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Kijk, commissie neemt natuurlijk voetbal in zekere zin ook over. En de financiën zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Kijk. Dus ja, de programma's van Fox en ook in het buitenland, natuurlijk, waar er veel meer geld omgaat in de tv-gelden. Ga daar maar eens nu opperen van we gaan met zuivere speeltijd werken. Dan zijn we denk ik in 2040 of 2050 aan de beurt. Ja, en dat is het probleem. Ja. Maar vind jij niet dat de voetbalwereld conservatief is, Jordi? Oh, zeker wel. Maar? Geen maar. Wat kan ik er aan doen? Nee, maar ik bedoel meer net over dat we zeg maar het hebben over juist andere invloeden en dat soort dingen. Het is meer. Soms vind ik het een beetje loos, zeg maar, van wat er gesteld wordt. Van dat dan maar de oplossing is. Jij hebt er een handje van om het ten alle tijde Klinsmann te benoemen.
Nee, maar dan luister nee, maar dan gaan we niet, nog een keer over Jurgen hebben. Maar het gaat, dat soms vind ik dat soort, en dat heeft heel erg als het op dat punt aangaat. Van Klinsmann is meer mijn punt van doorbreek wat we al jaren doen. Maar van mijn part maakt niet uit namelijk wie je nu bij de KNVB, welke trainer, die komt weer in hetzelfde gereel, gaat weer hetzelfde doen, heeft weer te maken met hetzelfde mechanisme rondom die ploeg, zowel met media als met bestuur. Als je gewoon een buitenstaander neerzet. Maar in hoeverre, als we het toch specifiek weer over hem moeten hebben, in hoeverre is hij een buitenstaander? Want hij zit al zo lang in het vak, zeg maar. Maar hier heeft toch hem nog nooit iets met Nederlands voetbal te maken gehad? Nee. Behalve dat hij tegen Nederland gescoord heeft, vast wel een keer. Nou, dat is wel best. Dat weet ik eigenlijk niet. Vast wel een keer, toch? Niet op een eindtoernooi in ieder geval, denk ik. Maar... scoorde hij niet in 90? Nee, dat is te vroeg voor Klinsmann, toch? Nee, in 90 speelde hij zo. Nee, speelde hij wel. Hij speelde. Nee, kijkersvraag. Maar dat is niet de punt, maar het gaat veel meer over... waarom blijf ik altijd in hetzelfde ding? Hetzelfde dat het mij oprecht niet zou verbazen dat ze nu gewoon doorgaan met Advocaat en Gullit. Maar waarom kies jij dan bijvoorbeeld voor Klinsmann en zeg jij niet dat het bijvoorbeeld Tuchel of weet ik veel iemand anders zou moeten zijn? Nee, maar omdat Tuchel heb je dan echt als trainer. Ja. En ik zie Klinsmann dus ook niet als trainer. Ik zie zeg maar Klinsmann zeg maar als de persoon die de randvoorwaarden gaat veranderen. En nu zeg maar, wat hij zeg maar in 2006 heeft gedaan. Klinsmann het hele Duitse jeugdopleiding zeg maar. Herzien. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Maar hoe kom je daarbij? Nou, maar hoezo? Wat heeft hij bij de A-ploeg gedaan? Bij de A-ploeg heeft hij de hele vorm van hoe de A-ploeg zich voorbereidt op wedstrijden, heeft hij gewoon omgegooid. En kijk, iedereen weet, en dat weet hij ook wel, het tactische gedeelte deed hij helemaal niet. Hij was ervoor, zeg maar, de randvoorwaarden creëren, andere manier van trainen, weet je, bedenken, zeg maar, van de rustpauzes. Hij haalde Amerikaanse psychologen bij die ploeg. En hij heeft slechte dingen gedaan, absoluut, maar hij heeft ook goede dingen gedaan. En wat misschien wel zijn beste kracht was, is om iemand die het voetbalgedeelte heel goed snapte, heel veel verantwoordelijkheid te geven in Leuven. Maar dan zou je hem een soort van technisch directeur maken die... Ik heb het ooit gekscherend gezegd, Klinsmann en Ten Hag, weet je. En van Ten Hag echt voor het voetbalgedeelte en hij gewoon erbuiten omheen. Om gewoon ervoor zorgen dat we een keer anders naar dingen kijken. En het hoeft niet Klinsmann te zijn, maar laten we gewoon iemand een keer hebben die bij twee andere ploegen heeft gewerkt. Met succes en met minder succes. Ja. Denkt dat Klinsmann, dat vanwege zijn status en zijn naam als voetballer wel kan en bijvoorbeeld Peter Blanger als zeg maar de Pim van de KNVB minder zo goed zou kunnen? Ik denk dat, en hoe slecht ik dat ook vind, want dat zeg ik net, Mark Lammers, als ik Mark Lammers bij de Nederlandse ploeg, zou ik ook heel veel vertrouwen in hebben. Ja. Want als ik met Mark Lammers praat over topsport en dat soort dingen, heb ik meer vertrouwen in misschien dan Jurgen Klinsmann. Ik heb ook nooit Jurgen Klinsmann ooit gesproken. Maar ja, alleen dan denk ik ook hoe het mechanisme werkt in Nederland, heeft hij bij voorbaat al geen kans om... te slagen. Ja. Dus dan denk ik, je pakt iemand die het in Duitsland en Amerika heeft gedaan, allebei op een moeilijk moment, heeft hij het met veredeld succes gedaan op beide landen. Ja, en dan zo iemand en daar omheen, dan voor het voetbalgedeelte zet je gewoon iemand neer die voetballend... Kom je dan weer bij die profielschets uit. Want je hebt dus iemand nodig die dus het draagvlak en ook de status en de uitstraling heeft. Dat je dus zegt van, hey, dit is geen lulletje, maar dit is iemand die meteen bam binnenkomt. En meteen even gaat zeggen, hey, even zus en zo. En die het gewoon even neer gaat zetten. Ja. En of dan Klinsmann is dan misschien een soort van gecreëerd beeld nu. Nee, zeg maar. Natuurlijk. Zijn we ook niet een beetje naïef dat we denken dat... Of natuurlijk zijn die lijstjes er toch. Ik neem toch aan dat er gewoon een overzicht is van de functies die verricht moeten worden en dat men daar een soort een onderverdeling maakt. Maar wie maakt het lijstje dan? Ja, dat hebben jullie gevraagd, toch? Ik weet niet wie nu dat lijstje maakt. Maar er lopen genoeg mensen bij de KNVB rond. Ik bedoel, dat wordt er in gemeenschappelijkheid. Ben je toch aan het kijken van dit willen wij van een trainer, dit willen wij van een technisch directeur. Ja, maar dat dachten we ook bij de opvolger van precies die vraag met Blind. Waar moet de volgende trainer aan voldoen? Hè? Ja. Wat voor dingen het zet? En toen hebben ze het geprobeerd met Ten Kate. Nou, je weet hoe dat was. Goed. Nee, maar dat was een extreme soap. Ja. Nee, maar het gekke is dat je, in ieder geval, dat kan jij beter, lijken Ten Kate als trainer en Advocaat als trainer op elkaar? Nou, dat denk ik niet, nee. Nee, maar dat waren dus de opties. Ja. Dus dan vraag je dus af, aan welke profielschets moet die trainer... Was er een profielschets? Tenzij je één profielschets van twee functies maakt. Je dus zegt van, maar als we Advocaat nemen, dan krijgen we dit en dit en dat. En dan willen we dus iemand daaromheen die zus en zus en zo kan. En maar dus als een breder, kader zeg maar, hebben, gewoon, Dat je gewoon het totaal aantal taken op papier zet. En dat je gewoon één iemand selecteert. En wat hou je dan over aan dingen die nog moeten gebeuren? Nou, dan zoeken we iemand bij die zeg maar, daar compatibel aan is. Maar goed, ik ben het onmiddellijk met je eens dat Ten Kate en dan Advocaat als tweede keuze heel onlogisch klinkt. Ja. Ja.
Ja, en ik ben best bang hoe wat de KNVB nu gaat doen. Want ja, jij zegt er moet een lijstje komen. Wie moet het lijstje maken? Ja, dat zou dan Gudde moeten zijn. Die neer is gezet als algemeen directeur, hè? Dus ja. Niet. Nee, ja, maar ze zitten gewoon heel moeilijk omdat er nu gewoon een paar mensen weg zijn. Natuurlijk, ja, dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. Wie moet het lijstje maken? Pieter Zwart. Ja? Voor mij mag het. Dat onconservatief genoeg. Ja, zeker. Het is wel lekker onconventioneel. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Punten. Nee, Pieter kan dat wel. Denk je? Vast wel. Zegt weinig domme dingen. Nee, zeker. Maar moet het iemand zijn die daar ervaring heeft, zeg maar, hoe het spel gespeeld wordt in Zeist en weet wat je kan bereiken? Dat is denk ik een onderdeel van wat mee zou moeten spelen. Maar dat is niet het enige onderdeel. En dat is natuurlijk wat je nu wel vaak ziet. Ook trouwens voor de selectie van een nieuwe bondscoach bijvoorbeeld. Dat er dan wel heel snel wordt gekeken naar op welk niveau heeft hij zelf gespeeld. Of welke clubs heeft hij getraind. Of heeft hij internationale ervaring. Of heeft hij kan die dit. Maar er zijn natuurlijk ook altijd een paar andere aspecten die ook nog meetellen. En Pieter die zou dan bijvoorbeeld weer iets anders kunnen toevoegen natuurlijk aan... Een selectieronde voor een nieuwe bondscoach. Dat gaat nooit, want je kan eigenlijk soort van twee richtingen inslaan. En dat is van of je doet het nieuw en dan zijn het allerlei nieuwe mensen. Of het is oud en het zijn allemaal dezelfde vrienden. Want het is gewoon waarom je er niet tussen komt. Waarom zijn het nu niet het zijn vriendjes. Zeg maar. Ja, maar het zijn allemaal mensen die gewoon vriendjes van elkaar zijn. En in een bepaalde functie gezien willen worden. Een bepaalde functie bekleden. Ja, kunnen er heel... doen van ja, Ten Kate lijkt niet op advocaat, maar ik denk toch niet echt dat ze daar uren over hebben zitten brainstormen. Het is gewoon, Henk Ten Kate staat goed op de kaart als Nederlandse coach. Dick Advocaat staat heel goed op de kaart als Nederlandse coach. Nou, we bellen die ene, kan hij niet, bellen we die andere. Er zit echt geen gedachte achter van, we zoeken dit en dit. Totaal niet. Hoe gek werd er bij NAC aangekeken, zeg maar? Zeg maar dat jij opeens daar rondloopt zonder voetbalervaring en je bent nu onderdeel van het eerste elftal. Oh nee, niet. Tenminste, wat ik heb gemerkt, niet. Maar dat zou dan uniek zijn in de voetballerij, toch? Een hele hoop nieuwe spelers. Ja, maar NAC, ik heb met alle respect, NAC is natuurlijk wel een ander niveau dan Nederland zelf. Ja, maar het is eerder. Ja, maar als hij hoofdtrainer had geworden, dan was dat continu nieuws. Ja, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar hoeveel assistenten zijn nu in het betaald voetbal bij Eredivisie ploegen zonder eerste elftal ervaring? Nou, in die zin moet je denk ik in eerste instantie nog wel het onderscheid maken tussen de assistenten die dagelijks alleen maar fulltime met de eerste elftal bezig zijn en op de bank zitten, et cetera. Wat in mijn geval niet zo is. Maar jouw ik snap wel maar, weinig. Nee, ook weinig. Ja. Weinig. Nee, maar daarom. Maar NAC heeft er bijvoorbeeld nog eentje. Jefta Bresser is de assistent, fulltime. Ook trainer van Jong trouwens, Jong NAC, die zelf niet betaalde voetbal heeft gehaald. Jos Ulte natuurlijk bij FC Twente heeft dat. Water alsjeblieft. Ik ook wel. Kan je Hoi Jean-Paul trouwens. Dag hier. Ja, er zijn natuurlijk wel meer clubs, alleen waarom weten wij dat niet? Dat is ook omdat die mensen natuurlijk vaak niet in de spotlight staan, niet worden gevraagd voor een interview na de wedstrijd, waarmee niet de leuke items worden gemaakt, zeker waar je net over hebt. Ja, daar worden dan toch weer snel, vaak snel genoeg, toch wel de grote namen voor gekozen. Wat ook niet helemaal raar is natuurlijk, want het grote publiek kent wel die grote namen en niet de Willem Wijs of... Ja, misschien is het wel goed om ze een beetje in de loop te houden ook. Ik bedoel, dan heb je in ieder geval niet dat er meteen naar die gekke buitenstaander gelezen worden, het even tegenzit. Je hebt het over begeleiding. Kijk naar Keizer bij Ajax. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het daar al helemaal crescendo loopt. Jij bent blij met Keizer, of niet? Ja, kom op. Ik geloof er echt niks van dat het alleen Keizer is. Kijk, ik vind het verschrikkelijk moeilijk in te schatten hoe het bij Ajax precies zit. Ik vind het met de ambities die ze hebben, vond ik het een wonderlijke keuze. Ja, jongens. Maar ja, ik geloof echt niet dat het nou alleen vanwege Keizer is dat het daar nou in één keer stroef loopt. Ik was wel verbaasd dat ze wel voor iemand met een voetbalachtergrond, maar met zo relatief weinig Wat is er voor de rest veranderd, Peet? Dave Klaas is weg en Peter Bos is weg. Nou, een Sanchez. Ja. Jefte in de Eredivisie. Zes wedstrijden Eredivisie. Ja. Oh, toch nog? Zes wedstrijden profvoetbal. Oh shit, dat heb ik hem nu... Dat wordt lekker zeg maandag. Ik dacht dat hij al geblesseerd was geraakt voordat hij was gedebuteerd. Hij volgde zijn trainer Henk Ten Kate. Nou is de cirkel rond jongens. Henk Ten Kate en Jefta Bresser. Die heeft die zes wedstrijden. Leuk duo voor Oranje. Er wordt daar wel een duo's gedacht dus in die zin. Ja, is het, precies. Het is een optie, ja. Ja, denk je ook bij het nieuwe, aanstellen van de nieuwe bondscoach, dat weer in duo's is? Ik weet niet of dat een duo is wat de leiding geeft, maar er moet een trainer komen en een gehele staf. Dus er moeten meerdere personen komen. Ja,
ja, het lijkt me verstandig om voor één iemand voor meerdere perioden te kiezen en die ook een rol te geven in het kiezen van die andere plekken. En of dat dan betekent dat je de echte bondscoach die ruimte geeft en vervolgens ook de ruimte geeft om mee te denken over het invullen van technische omlijsting. Of dat je zegt van nou, we willen een technisch zwaargewicht en die laten we meedenken over de bondscoach. Dat is om het even. Maar ja. Het lijkt me heel onverstandig om die twee helemaal gelijk te maken. Ik zou zeggen, ga nou eerst eens met iemand praten over zijn visie en kijk dan wat je tekort komt. En ga dan samen met diegene op zoek naar wat je nog meer nodig hebt. Column gelezen deze week van Arnold Brugink over te voeren beleid. Hij is een van de belangrijkste punten. We hebben best wel veel van die dingen gesproken. Je moet de portemonnee trekken, al wil je kwaliteit binnenhalen. Ja. Eens? Ja, eens. Want hij zegt nu bijvoorbeeld, een Gullit zit ook gewoon bij praatprogramma's ernaast. Omdat ja, er niet ja. genoeg... Is het maar een beetje krap bij de KVB, had ik het idee, of niet? Nou, dat lijkt mij niet als jij de jaarcijfers van de afgelopen jaren hebt gezien. Oh nee, heb ik niet gezien. Maar dat Het was nooit een probleem in die nee. Ik las een paar keer dat je niet naar Oranje gaat voor het geld. Dus ik dacht, nou, misschien is het een beetje op aan het raken daar. Of willen ze gewoon, hebben ze een salarisplafond, weet ik het. Maar misschien is dat ook wel een beetje het zuinige beleid in Nederland. Hè? Bij Ajax zie je eigenlijk een beetje hetzelfde, toch? Hè? Dat ze eigenlijk misschien qua mogelijkheden nog wel... Ja, verder zouden moeten kunnen gaan voor onbepaalde spelers binnen te halen qua transfersom, maar ook ja. misschien om bepaalde spelers te behouden voor salarissen. Maar wat ik daarvan wel interessant vond, wat hij benoemt, waar ik het trouwens helemaal mee eens ben, dat komt natuurlijk ook naar voren in het boek Dure Spitsen Scoren Niet. Mm-hmm. En de auteur daarvan, Simon Cuper of zo. Simon Cuper, ja. Die zei ook van dat Cruijff zo'n legendarische uitspraak had, hè, van ik heb eigenlijk een zak geld nog nooit een doelpunt zien scoren. En in zekere zin klopt dat natuurlijk, puur feitelijk. Alleen dat het gewoon statistisch gezien gewoon niet waar is. Omdat de rijke topclubs in Europa vroeg of laat toch, zij het met een aanloopperiode, zoals ook Chelsea en City hebben gehad, ja. Uiteindelijk, en ook PSG trouwens, uiteindelijk toch de allesbepalende clubs in Europa gaan zijn. En dat geldt natuurlijk voor dit precies hetzelfde. Dus als wij inderdaad dit heel erg belangrijk vinden, ja, dan moeten we ook zeggen, jongens, dit is onze topprioriteit nummer 1. Dan moeten daar hele sterke mensen komen. Ja, en noem mij één branche op waarbij kwaliteit geen geld kost. Absoluut. Dus... Ja, en daarom denk ik dat het misschien ook wel een bepaalde zuinigheid is. En de Hollandse zuinigheid die het misschien ook wel een bepaalde manier tegenhoudt. Ik zie Peter. SP-Kamerleden verdienen niet zoveel geld. Ja, nee, wij staan er helemaal af. Maar wij leveren wel uitzonderlijke kwaliteit, kan ik je vertellen, Neil. Wij leveren niet in op kwaliteit. Nee, maar hoe zie jij deze discussie dan? Jullie leveren salaris in, terwijl je het hoogste functie... Ja, zeker. Maar ik denk dat de Tweede Kamer en de voetbal in die zin... Ik geloof ook best dat mensen in voetbal bezig zijn met het invullen van hun idealen of zo. Maar het is natuurlijk totaal niet te vergelijken. Ik bedoel, je gaat primair voor die sportieve prestaties. Het is dan niet naïef te denken dat als je bondscoach bent, dat het hoogst haalbaar is. En dat sowieso goed is voor de rest van je carrière dat je ooit bondscoach bent geweest. Ik denk dat je naar de afgelopen jaren wel kunt stellen dat het naïef is om te denken dat het sowieso goed is voor je carrière om bondscoach in Nederland geweest te zijn. Ja. Dat is niet altijd even goed aflopen, volgens mij. Ja, maar volgens mij begint het weer en met die vraag daarvoor, wat we al een tijdje over hebben van welke kant wil je op. Ja, en dan kan het inderdaad zijn dat je flink moet investeren om een technisch directeur of een bondscoach aan te stellen. Ja. De realiteit is ook, op het moment dat je dan weer een eindtoernooi haalt, dan verdien je het ook weer zo terug, volgens mij, aan extra inkomsten wat het vaak oplevert. Als je het puur zakelijk bekijkt. Ja. Ja. Nou, ja, en sportief, dus ook, investering. Want dan zijn we er weer een keer bij. Ja, nee, we investeren zoveel miljoen naar een eindtoernooi halen, wat in de toekomst voor mij alleen maar makkelijker gaat worden hoeveel landen er meedoen. Levert weer zoveel op. Dan zou het ook op die manier te verantwoorden zijn. Al kan je het natuurlijk nooit van tevoren inschatten. Maar ik denk inderdaad wel dat de kans groter wordt dan, tuurlijk. Is er ooit een voetbalbond failliet gegaan? Nu we het toch over financiële risico's of risico's, verantwoorde risico's. Maar er werd binnen de FIFA volgens mij altijd wel voor gezorgd dat uiteindelijk niet gebeurde. Ja, de belangrijke stemmen die het financieel te zwaarst hadden. Ja, precies. Ja, dus ik denk, nee. Ik weet wel dat de verdeling van de inkomsten bij een aantal landen misgaat. Volgens mij is dat laatst nog bij Curaçao of Aruba. Een van beide landen, een vriend van mij die deed daar mee. En zij zaten echt in een soort hostel of zo met z'n allen. En toen kwam er naar buiten wat de FIFA aan gaatje geeft. Dus daar verdween heel veel, maar dat is uiteindelijk zijn de spelers daar vaak de dupe van. Ja, ik las dat deze ook in een fantastisch verhaal trouwens in Voetbal International, Brutto José, gelezen. Nog niet. Die ook even naar Dubai ging en daar fantastisch verdienen, maar die kwam er pas later achter hoeveel die echt kreeg, maar dat had zijn zaakwaarnemer weer goed geregeld. Ja, het schijnt bij Royce dan ook zijn gebeurd. Ja. Ja. Ja, dat is heel erg vaak. Maar het is ook niet zo gek, weet je. Ik bedoel, je bent een jongen van 18, 19, 20, je hebt je vooral gericht op je voetbalcarrière en... In één keer heb je dan een zaakwaarnemer gevonden die denkt, die gaat het goed voor mij regelen. En ja,
Je tekent bijna alles waarvan je zaakwaarnemer zegt van ja, dat is goed voor jou, als je zo iemand vertrouwt. En het is al zo vaak gebeurd dat jonge jongens daar echt miljoenen op zijn kwijtgeraakt. Ja, dat wel. Is het deze week in de politiek nog over dit gegaan eigenlijk? Vorige week alle aanvoerders in het profvoetbal deze gedragen. Wat vond je ervan? Ja, ik vind terecht en hard nodig. Ik vind het echt bespottelijk dat anno 2017, je in de Eredivisie, maar ook internationaal gezien nog nauwelijks iemand uit de kast durft te komen. Denk je dat het nu versneld gaat? Ja, tuurlijk weet je, dit soort dingen veranderen idioot langzaam. En als je alleen al ook op internet de reacties leest op de aankondiging van zoiets, dan zie je wel dat er nog een hele lange weg te gaan is. Ik denk, als de mooie woorden die al die aanvoerders zeggen over ik zou het echt fijn vinden en het zou goed zijn. En ik bedoel, ik las ook, hoe heet die, van Polen geloof ik, van Zwolle, die dan zegt van dat zou ook prima passen binnen ons team en de clubcultuur bij PEC en zo. Ik hoop dat we het een keer kunnen gaan testen. Voorlopig voelen mensen zich nog steeds niet zeker genoeg om uit de kast te komen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er natuurlijk ook homo's in de Nederlandse Eredivisie rond. Ja, het probleem zit dan nog niet binnen die club, denk ik. Nee. Dus ik geloof best dat daar binnen PEC en binnen nog een paar andere clubs, dat die inderdaad best wel zoiets hebben van totaal geen probleem. Zelfs binnen die spelersgroepen en binnen die staf niet, maar wat er dan van buitenaf daar weer op afkomt, dat is natuurlijk... Als je weet dat je de eerste bent en je hebt 17 uitwedstrijden per jaar waarvan je 90 minuten lang voor kankerhomo wordt uitgescholden. Maar denk je dat gaat gebeuren? Ja? Nou ja, niet 90 minuten lang hoor. Nee, maar... Niet door een heel stadion. Nee, ik denk dat het online gebeuren is nog 10 keer erger dan wat er in het stadion zat. Dus ik zou het intimiderender vinden als ik op het veld zou staan. En waarom? Maar of je nou zegt dat je moeder een hoer is of dat je een homo bent. Dat valt nog best wel. Ja, maar één ding is natuurlijk... Precies, nu raak ik je echt. Het probleem is natuurlijk, en daar had hij het volgens mij ook al over, wat natuurlijk dan weer bij VVV gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk dan toch weer een klein groepje, maar dat krijgt wel weer heel veel aandacht. Ja. En dat zou natuurlijk met dit hetzelfde zijn. Hè? Dus ja, daar hoeft natuurlijk maar een heel klein beetje olie op dat vuurtje en dan ontploft de hele boel meteen. Hoe kan je, want ik vond het ook prima en goede actie. Het is alleen zoiets, het voelde mij een beetje als vinken. Ja, ja, ja. Okay, we hebben dit jaar weer aandacht besteed aan. Hè? In de voetbalwereld zijn homo's ook welkom. We hebben net gesproken over de KNVB. Doen ook best veel dingen met homo-acceptatie en samen met de John Blankenstein Foundation en zo. Maar wat doen ze dan? Nou ja, voorlichtingsprogramma's of richting. Ik heb nog nooit iets gezien. Zeg maar. Nee, dat is ook mijn vrij, ding. Ik zit vrij diep in de voetbalscene. Ik heb nog nooit iets gezien. En ik vind dit ook vooral... Wij wel. Bij Ajax hebben wij voor seizoen iemand gehad vanuit die stichting. Ja. En vanuit de KNVB, die is een soort wisselwerking. Ja. En die kwamen aan de trainers bij Ajax voorlichting geven over hoe moeilijk het is voor homo's om het te vertellen, maar ook voor jeugdspelers. Dus wat ze eigenlijk wilden is dat wij als trainers gingen inzien hoe dus daadwerkelijk moeilijk het is, zodat wij een soort van veiligheid binnen onze teams konden creëren, dat jonge jeugdspelers de eerste stappen durven zetten om... Absoluut. Als je als twaalfjarige even niet doorloopt of als je even een tackle niet hard genoeg inzet, gelijk van je trainer te horen krijgen dat je niet als een homo moet lopen. Ja, dat motiveert niet echt om uit de kast te komen. Maar wat ik ook wel weer begrijp van Nieuw is natuurlijk, kijk, en dat is ook super lastig, want wat is dan het vervolgtraject wat daar aangekoppeld is en hoeveel aandacht krijgt het? Dit jaar en over 3 weken gaan we het hebben over dat, maakt niet uit wat voor huidskleur je hebt, je bent altijd welkom. Dan hebben we dat weer... Ook dat is niet waar. Laat ik niet zeggen, voorgesteld, ik heb ook nu niet dat ik denk, oké, dit moet de hele campagne worden en dat soort dingen. Alleen, het voelt bij mij, iets meer mensen erbij betrekken, iets langer over nadenken, dat we daadwerkelijk ervoor gaan zorgen. Je kan niet iemand forceren. Er is een drempel. Het zou ideaal zijn dat als Cristiano Ronaldo of Messi uit de kast komt, want dan heb je iemand waar de hele wereld idolaat van is. Ja. En dat is wat je nou als morgen de linksback van VVV zo bij homo, dat gaat niet helpen. Jawel. Ja, denk ik echt wel. Je hebt nu een paar jongens gehad die, als je alleen al, hoe heet die jongen die bij Aston Villa speelde, Hitzelsperger, die toen na zijn carrière uit de kast gekomen is. Ik denk dat alleen al de aandacht die dat gekregen heeft en ook die Amerikaanse prof die toen... Amerikaanse? Maar dat was een andere sport, toch? Die bij Heerenveen heeft gespeeld. Michael Bradley? Nee, die andere. Hoe heet die nou? Rodgers? Brandon Rodgers, ja. Dat is de trainer van Celtic nu. Dat is ook nieuws. Als jij dat nu brengt, God, dan heb ik het weer gedaan. Robbie Rodgers, ja. Die heeft bij Heerenveen gespeeld en die kwam op... En hij stopt direct. Ja.
Want dat was in 2013. Komt uit de kast en stopt direct. Ik heb in angst geleefd. 18-voudig international. Ja. De voorbij 25 jaar heb ik in angst geleefd. Angst om te tonen wie ik echt ben. Voetbal was mijn manier om te ontsnappen. En de sport heeft mij veel plezier geschonken. Nu is mijn geheim openbaar en is het tijd om mezelf te ontdekken zonder voetbal. Ik ben een vrij man. Ja, hij heeft toch ook vrij veel, hij en niet zo'n spreker allebei, zijn ook wel betrokken bij allerlei internationale initiatieven om dit bespreekbaar te maken. Maar goed, het zou wel helpen, maar je vraagt nog wel wat van iemand. Ja, als je weet wat voor negatieve reacties je gaat krijgen, wat er al voor reacties op zo'n tweetje komt, dan snap ik ook wel dat als je er zelf over twijfelt, dat je zoiets hebt van, nou, ik hoop maar dat er iemand anders eerst gaat. Het is in voetbal extra moeilijk, denk ik. Maar een klein zijstapje is wat ik volgens mij gisteren eerst voorbij zag komen over Saskia Noord, die nu naar buiten is gekomen, of tenminste een tijdje geleden, over haar aanranding, die echt 35 jaar daarvoor al had plaatsgevonden. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een heel groot probleem in de maatschappij. Dus we moeten ook niet doen alsof het alleen iets van voetbal is. Nee. Maar voetbal, dat denk ik wel, heeft natuurlijk zo'n sterke subcultuur en zo'n sterke identiteit. Ja, met de kleedkamer en al die dingen. Hoe doet de politiek? Hoe is dit in de, het is in de politiek een belangrijk item, toch? Ja, nou ja, behalve overal mag uiten. Behalve dat er in de politiek zelf natuurlijk veel meer uit de kast homo's rondlopen. Maar goed, daar heb je ook geen hele tribunes die die in 90 minuten. Je hebt toch die tribune of niet? Ja, maar als je daar een beetje herrie op maakt, dan word je door de beveiliging weggevoerd. Dus dat spreekkoren ben ik niet zo heel bang voor. Ja. Ja, ik bedoel homo-acceptatie, maar het gaat ook om tegengaan van discriminatie. Het gaat gewoon om gelijkheid in brede zin. Dat hoort een kerntaak van de politiek te zijn. Maar ook daar kom je tegen hetzelfde. Hoort dat ook niet een kerntaak te zijn van de voetballerij? Of van de KNVB? Ja. Maar voel dat nu als een kerntaak? Ik ben het niet vaak eens met Jordi, maar ik loop ook wel al vrij lang rond in de voetballerij. Maar je hoort vervolgens ook, en volgens mij zijn trajecten waarin je bijvoorbeeld jeugdcoaches gaat begeleiden. Heel goed. Ja, maar zijn die ook niet zo heel zichtbaar, maar zijn die misschien nog wel belangrijker? Omdat je dan heel vroeg gaat zitten, omdat je dan het echt hebt over zo'n veilige ruimte creëren. En dat gaat veel breder dan acceptatie homoseksualiteit. Dan heb je het ook over bespreekbaar maken van racisme, van gedrag wat je over een grens vindt gaan of zo. Dan gaat het veel meer om echt een veilige omgeving creëren. En ik denk dat dat misschien wel net zo effectief is in de voorzorg dat je de komende jaren misschien wel iemand hebt die het lef heeft om als eerste naar buiten te komen. Ja, ja, en je, voor jou is het wel een verschil dan of het een grote naam is of niet? Ja, zeg maar voor mij persoonlijk maakt het allemaal geen fluit uit. Maar het gaat erom dat ik denk dat echt een mega impact kan hebben op heel veel mensen. Ja. Op het moment dat het, weet je, van die status waarvan je zeg maar, wat je mening er ook over is, zeg maar, al 10 of 15 jaar roept, dat is mijn idool, dat is de beste van de wereld. Dat kan even een impact maken, maar dat zijn er niet heel veel van wie die impact kunnen maken. Nee, maar natuurlijk dat Messi meer invloed heeft dan Andy Carroll, dat snapt iedereen. Ja, of zou er dan eens, zeg maar, kijk, want de kans is natuurlijk relatief klein dat van die twee dat dan ook echt daadwerkelijk gebeurt, maar als je natuurlijk meerdere spelers hebt van een iets lagere statuur. Ja, dat zou in de Eredivisie bijvoorbeeld kunnen, want ik zei net, ik ken de linksback van VV niet, dus sorry dat ik dat insinueerde, maar dit is ook heel raar dat je een soort van meeting moet hebben met homoseksuele voetbal. Maar als ze dat inderdaad, mochten dat nou een x-aantal zijn, dat ze dat collectief beslissen. Ja, maar ja, hoe moet een kettingreactie worden? Elkaar? Ja. Als iedereen erover zwijgt, hoe ontmoet elkaar dat dan? Is, ja, dat ging in het verleden ook wel dat ook wel spelers geweest zouden zijn die elkaar wel opzochten of zo om het erover te hebben. Maar goed, daar is schijnbaar ook niks uitgekomen. Dat bleef ik al een beetje in de geruchtensfeer hangen. Dus niemand weet precies hoe dat ging. Maar ja, je ontmoet elkaar niet op, homovoetballer in de Eredivisie.nl. Ja, hoe kom je elkaar tegen? Je hebt een anonieme lijn, toch? Ja, die heb je al van de KNVB. Ja. Ja. Waar ze kunnen bellen en kunnen praten en dat soort dingen. Maar dan moet je dus dat ene aspect wat het juist zo veilig maakt, namelijk de anonimiteit, moet je dan wegnemen om mensen bij elkaar te krijgen. En ik kan me voorstellen dat er dan een hoop mensen afhaken. Maar ik heb er ook geen panklare oplossing voor, hoor. Als die er was geweest, dan was het al lang geregeld geweest. Ja, het is alleen dat je denkt 2017 dat het... Dat is het hele punt, zeg maar. Ja, dat het nodig is. En aan de andere kant, jij snijdt even politiek of zeg maar meer Saskia Noord aan, wat er nu in Amerika bezig is, natuurlijk met Harvey Weinstein. Ja. En dat het schijnt nu dat alles komt eruit. Je hebt de hashtag voor mij, MeToo, waar mensen over mee konden praten of hun verhaal konden delen. En, ik denk dat er een hele hoop van, en dat zijn natuurlijk twee totaal verschillende situaties. Maar ik denk dat een hele hoop van de reden waarom er vaak zo negatief op gereageerd wordt, met onbekendheid te maken heeft.
En dat dus het bespreekbaar maken van hetzij seksualiteit, hetzij seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag, of hoe je het dan ook moet noemen. Dat het wel mensen tot nadenken kan zetten van, oh, oké, nou dan moeten we daar misschien toch scherper op zijn. Ik bedoel, seksueel misbruik en sporters zijn ook voor boeken over voorgeschreven over hoe vaak dat fout gegaan is. Ja. Ja, zeker. Ja, dat is de NRC heeft daar nu toch... Nieuwsuur heeft er heel veel mee gedaan. Die hebben ook een apart meldpunt, geloof ik, ervoor gemaakt. Naar aanleiding van problemen in de wielersport. En dat is, ja, dat is bedoel, waar je ongelijke machtsverhoudingen hebt. En die heb je natuurlijk zeker bij jeugdsport. Zal je dat soort dingen enigszins houden. Maar ik denk wel dat dit soort dingen eraan bij kunnen dragen. Dat mensen ook zelf meer gaan nadenken over hun eigen gedrag. Zo van... Oké, maar als ik iemand zou benaderen, hoe komt dat dan over? En oké, als ik op de tribune zit en ik scheld scheids uit voor schele homo, wat zegt dat voor de mensen die bij mij in het vak zitten? Ik zag naar aanleiding van dat ding nog een postje van iemand, ook een Feyenoord-fan langskomen. Die zei van ja, ik ga al 10 jaar lang samen met mijn man, hij was ook een man, ga ik naar Feyenoord. Maar no way dat wij in dat stadion even mekaar zijn hand vasthouden. En het is toch best kut om voetbal te zitten kijken, terwijl op het moment dat, weet ik veel, wie dan ook een foute paas geeft, die meteen een klote homo is. Ik bedoel, ga nog steeds naar Feyenoord, ga nog steeds van voetbal, ik vind het te gek. Maar eigenlijk is het te belachelijk voor woorden dat je in 2017 niet hand in hand naar het stadion kan lopen, of tenminste niet de hele tijd over na hoeft te denken. Van dat jullie lied is. Wat zei je? Het is jullie lief. Ja, je zou inderdaad denken dat is... Als het ergste moet kunnen, is het ook. Ja, dat horen we de rest van het jaar ook de hele dag, de hele tijd op de tribunes. Goed, over de Kuip gesproken. Hey, nog niet over hebben, is het te vroeg voor je? Ja, nee, kom maar. Ja. Is het al zo erg heftig voor jou? Nee, ik heb toch gewoon niet zoveel vertrouwen in, dat is een beetje het probleem. Ah, oké. Ik begon dit seizoen met het idee dat we een bredere selectie... Dit zijn jouw beste vrienden, die hebben een speciale boodschap voor je ingezonden. Nee hoor, we hebben... Goedenavond. Hallo. Jaap van Dam, de echte kijker, yes. De echte kenners kennen we nog van, denk ik... Twee weken geleden. Ja, staat hij ook in de uitzending. En ook in de uitzending, of natuurlijk van ooit het bekervoetbal. Waar hij een van onze analisten was. Oh, ja, ja, zeker. Op te plaatsen. Te plaatsen. Jaap, goedenavond. Goedenavond, Jaap. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst, wie zit er zo gezellig mee te kijken achter je? Wij zitten in de bus en wij zijn onderweg naar Schiedam, naar SVV. Naar het Hargabal. Ja. En ik heb bij me een van de scheidsrechters vanavond, Jack van Hulten. Jack van Hulten! Ja, legend! Jack van Hulten. Hey, klassiekers. Zo! En mag die vanavond fluiten? Ja, die gaat vanavond fluiten. Ik heb ook Michel Poots bij me, die gaat vanavond vlaggen. En ik heb ook 2 supporters bij me, die gaan bier drinken. Die gaan bier drinken. Ja. En wat is jouw taak vanavond, Jaap? Ik heb meegeorganiseerd aan het festiviteit vanavond. Ik heb de shirtjes geregeld bij FC Dordrecht. Zo. We gaan er vanavond wat leuks van maken. En ja. Ik mag ook meespelen vanavond. Je mag ook meespelen. Want wat is het idee van Hargabal? Nou, Harga is het sportpark van SVV, zoals jullie ongetwijfeld weten. Dat dat wordt afgebroken binnenkort. Sterker nog, daar zijn ze al mee begonnen. Ja. En het leek ons een leuk idee om een soort ode te brengen aan Harga. Door daar een wedstrijd te spelen met jongens die wat doen op Twitter, die wat bloggen. En we spelen vanavond tegen een team met oud-SVV'ers. Oké, wij komen niet bij van de jongen die achter je zit. Die wil heel graag iets zeggen. Ja, hij is meteen weg. Nou, stel je even voor aan heel Nederland. Wat zeg je, sorry? Ik zeg, stel je even voor aan heel Nederland. Hoi, ik ben Peter. Ik zal niet bij zijn. Wat ga je doen vanavond, Peter? Wat is jouw rol? Ja, we gaan de tunnel in. Move the fame. Maar Peter, wat is jouw taak? Ze rijden echt een tunnel in, zo te zien. Ze rijden echt een tunnel in. Ja, het is echt donker in. Ja, zijn er nog kaarten? Ja, wij zitten in een tunnel, dus ik hoor je slecht. Goed. Veel plezier bij Hargabal. En... jawel. Jawel. Nee, voor mij is Broes onderweg daar naartoe van ons. Om daar een vlog van te gaan maken van Hargabal. Sorry? Ik zei, volgens mij is Broes onderweg naar jullie voor een vlog te maken van Hargabal. Ik kan je heel slecht verstaan.
Veel plezier. Dankjewel. Oké, hoi. Hoi. Maar broers is onderweg om daar een vlog van te gaan maken. Dus, vertel ze dat volgende even. Week, volgens mij verstonden ze het niet. Een blog. De man achter Jaap van Dam is een soort wethouder hacking. Wil graag in beeld blijkbaar. Komt ook een vlog deze week, toch? Online. Van jouw avontuur gisteren met FIFA. Ik wil niet Justin nu heel erg onder druk zetten, want er is er niet echt een tijd aan verbonden. Ja, maar misschien deze week inderdaad. Het Freshcot en... Ja, gisteren waren we, nou, Bruce, Justin, Lars, Jean-Paul, ik waren op de headquarters van Freshcot om deel te nemen aan het FIFA toernooi, nou, tenminste aanwezig te zijn. En ik had echt goede hoop. Jullie hebben jullie vorige week goed. Nou, wij waren eruit geknikkerd als team zijnde, dus wij waren er gewoon aanwezig. En er was één team niet opkomen dagen, dus wij hebben twee potjes als invaller gespeeld. Heb je gewonnen? Niet twee keer verloren, maar die ene, dat hing echt aan het zijde draadje. We waren Turkije, we moesten het opnemen tegen Frankrijk en dat ging net niet goed. Oké, ben jij een FIFA-speler? Nee, helemaal niet. Nooit geweest? Nooit gedaan. Jij? Ja, ik ben in 98 afgehaakt geloof ik en sindsdien alleen nog maar voetbalmanager. Dat speel je nog steeds? Ja, nou... Tweede Kamer? Nee, die twijfelt was waar. Ja, maar die computers zijn zo traag, jongen. Dat is echt, als ik daar voetbalmanager op draai, af en toe op mijn MacBook, dan heeft hij al wat moeite om hem te draaien. Maar als ik op de ICT van de Kamer dat ga doen, en je hebt van die handheld. Ik zie altijd wel, want het kan niet anders dat die mensen, die Tweede Kamerleden, gewoon soms een spelletje zitten spelen. Die zitten soms zo lang op hun telefoon. Dat heb je ook wel eens gewoon zo even dat je naar voren... Ik heb wel eens voetbal gekeken. Ja? Ja, maar dat was achterin, daar ging ik in het achterste bankje zitten. Dat was Champions League avond of zo. Maar dat is ook in de gemeente. Dat is toch niet per definitie ook heel kwalijk? Dat gaat toch niet altijd, je hoeft er niet altijd op te letten? Nou. Nee, maar als je zelf... Bij alles? Je zit soms, kijk, heel vaak als je op een telefoon zit, dan ben je over aan het appen met een medewerker of zo. Van joh, wat zal ik hiermee doen, wat zal ik daarmee doen? Of je bent op Twitter aan het reageren op iets. Of je bent gewoon kamerstuk aan het nalezen. Of je bent je mail iets aan het nazoeken. Ja. Het ziet er gewoon heel erg lelijk uit. Dus je moet er een beetje op letten dat je niet alleen maar zo op dat ding zit terwijl er iemand aan het praten is. Maar vaak is het werk gerelateerd. Ja. Niet altijd. Oké. Okay. Meestal wel. Hoe is het eigenlijk in de Kamer verdeeld, Ajax Feyenoord? Werden er vandaag al grappen over gemaakt van de week? Ja, nee, we hadden weer eens een keer reces, dus we hadden geen vergadering deze week. Het is bij ons, bij de SP is Feyenoord redelijk dominant, zeg maar. Oh, dat verbaast me. Ja, nee, dat is zowel Emiel en... Even kijken, Renske nummer 2, dat was meer een Haarlem-fan, volgens mij. Nou, Lilian nummer 3, Lilian Marijnissen, die heeft al jaren een seizoenskaart. Die rijdt elke zondag heen en weer... Vanuit Oost naar de Kuip. Van, hè? Ja. Die ging al met z'n tweeën volgens mij vroeger. Dus ik weet niet of Jan nog steeds een seizoenskaart heeft, maar Lilian Marijnissen die is nog steeds elke wedstrijd erbij. Huh? Voor wie is Geert Wilders? Weet je dat? Ja, heb jij niet een mooi... jij vroeg vandaag Kuzu. Ja, ik was wel benieuwd. Ja. Kuzu. Galla Fenner. Maar Galla krijgt die stem volgende keer. In dat geval sowieso Fenner. Sowieso niet. Sowieso Fenner. Heb ik echt gehoord? Ik weet niet of het waar is. Gehoord. Nee, ja, dat kan maar ook gaat het daar vaak over of niet? Ja, ik moet zeggen, ik had het wel zwaar na die wedstrijd tegen NAC. Want ik had een paar... bevriende politici even een appje gestuurd? Ja, we hebben dus een hele hoop Brabanders in de partij. Dat is het soms best een... Nou ja, die VVD'er is een Bredaanaar, toch? Weet die? Dijkhoff. Klaas Dijkhoff, ja, onder andere ook, ja. Maar we hadden dus twee medewerkers van ons die dan dus in één keer... kom ik dinsdag op kantoor en dan hangt er in één keer een NAC-sjaal om mijn lamp heen of zo. Dus dat, die heeft ondertussen een nieuwe bestemming gevonden. Maar, Wilders VVV in de chat, wordt gezegd. VVV? Dat verklaart de spreekwoorden afgelopen zondag. Nou. Ik dacht serieus net even, moet ik die maken? Maar ik dacht, jij kan het gewoon maken. Daar zit hij. Daar heb je Jordi voor, die doet het wel. Ja, die doet het gewoon. Maar het valt mee hoe voetbal is, zeg maar. Nou ja, dat verschilt. Het is net als bij elk bedrijf, het verschilt nogal. En er zijn wel een paar echt grote fans, geloof ik, ja. Waar ga je kijken? Ik denk thuis. Ik ben helemaal niet gezellig om voetbal mee te kijken. Nee? Nee, mijn vrouw die is er al lang achter, die gaat er gewoon boven zitten. Maar ik ben nerveus. Ik loop de hele tijd tegen het beeldscherm te schelden. En in een stadion is het niet zo erg, want daar is iedereen aan het schreeuwen. Maar met een groep vrienden dan tetter ik er meestal bovenuit. Dus ja. En het is gelijk, cruciaal wil ik niet zeggen, maar het gat, ze staan allebei 5 punten achter op PSV. Ja, kijk, ik heb nog steeds als ik PSV zie spelen niet het idee dat die geen punten meer gaan verspelen. Nee. Maar heb je dat bij jullie nog wel? Dat... Nee. Volgens mij laten wij al een paar weken achter elkaar zien dat we heel veel punten aan het verspelen zijn. Ja.
Bij winst van PSV is het wel redelijk vervelend als je de klassieker verliest. Acht punten is echt heel veel om zo vroeg in het seizoen. Kijk, dankjewel, Jannik. Dit is enige nederlaag PSV op bezoek bij Heerenveen. Was ook overigens vrij kansloos. Ja. Wat gaat het worden, Willem? Ik denk dat een gelijkspel wordt. Ja? Ja, omdat ik allebei de teams niet dusdanig dominant in staat acht om te winnen. En als het nog een team zou moeten zijn, dan zou ik nog eerder denken op dit moment dat het Feyenoord zou zijn. Alleen, die hebben natuurlijk ook Europees weer gespeeld, toch een paar tikkies gehad. Heel veel blessures. Ja, niet eens echt een fit centraal duo volgens mij. Dus verdedigers kwijt. Ik denk dat het... ja, dat kan trouwens wel echt heel erg problematisch worden. Dus als dat zo doorgaat, dan... dan zou je bijna nog geneigd zijn om dan toch Ajax ervoor te geven. Maar wat ik van Ajax heb gezien de afgelopen periode, vind ik niet sterk genoeg om in het Hol van de Leeuw, waar heel veel druk op staat, in een team wat niet echt in vorm is, om dan daar even het verschil te gaan maken. Want dus. Van Bronckhorst heeft geroepen, we gaan het randje van de toelaatbare opzoeken. Ja, als die nou bedoelt de 13 man opstellen, dan vind ik het prima. Ja, nee, maar dus toch het randje en wat Willem zegt in een kolkende kuip. Ja, ik ben vooral benieuwd wie die gaat opstellen. Ik bedoel, centraal, dat is een soort builenpest centraal achterin gegaan. Ja, Bottegien en Van der Heijden zijn er langer uit. Ja. Tapia is dan geblesseerd. Ja. Er is Van Beek door die bizarre aanvaring tegen Shakhtar nog afgehaakt. Ja. Zelfs Mats Knoester, mijn favoriete jonge talent voetballer van Feyenoord vanwege zijn fantastische naam, is ook geblesseerd. Ja, is één van de drie voor mij, van de gebroeders, die ooit in de jeugdopleiding speelden. Ja, ik geloof het ook, ja. Nou, hij is de enige die uiteindelijk de stap heeft gezet. Je bent vijf man centraal kwijt. Ik bedoel, je hebt Sint-Juste en dan... wie ga je ernaast zetten? Nou, je kan misschien Nieuwkoop naar het centrum halen en Amrabat op rechts. Je kan Amrabat een keer in het centrum laten spelen. Heeft hij ook nog nooit gedaan, Dix is wel weer fit, zag ik. Ja. Dus dat zou kunnen inderdaad dat Dix dan misschien op back gaat spelen. Of Amrabat back en Nieuwkoop naar het centrum. Heb ik persoonlijk liever Amrabat, maar dat is een... Want anders moet je ongeveer de centraal verdediger van onder 17. Maar die zit bij de selectie, hoe heet die? Lutscheroy, Gertruida, Gertrude, Lutsche... Nee. Jij bent de fan, hè? Ja. Van allebei, Gertruda. Toch? Gertruda. Van allebei, toch? Ja, nee, zeker. Absoluut. Ja, ook van mevrouw Kuyt, heel groot fan. Gertruda. Lutse HRL. Lutscherel. Gertruda. Gertruda, ja. Gertruda, toch? Die is 17. Gertruda. Lutscherel Gertruda. Ja, maar hij alle tijden een jong talent opstellen in zijn eigen positie ten opzichte van iemand die totaal geen centrale verdediger is. Deze jongen is 17 en speelt bij onder de 19. Hè? Ik bedoel, 17 is een grote stap. Aan de andere kant, bedoel, volgens mij is Boetius ooit ook een keer gedebuteerd in de klassieker en speelde toen de pannen van het dak. Als aanvaller dan verdediger. Zeker. Ik zou als trainer ook liever een aanvaller laten debuteren in zo'n wedstrijd. Doe je ding. Maar zou je ook liever iemand, zeg maar een middenvelder, centraal achterin zetten in plaats van een talentvolle jongen? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat nu te zeggen. Want dan moet je echt meer informatie hebben, vind ik. In hoe is zijn stressregulering? Hoe goed is die al? Hoe goed kan die jongen die van het middenveld terug moet naar de verdediging? Hoe makkelijk kan die dat oppikken? Kijk, in principe zou ik wel een trainer zijn. Daarom klikte dat ook wel goed bij Ajax. Natuurlijk van gooi de talenten in als het klaar is. Ja. Maar ook in de klassieker? Ja, nee, dat is een... Nou ja. Ik denk bij Ajax thuis... In de arena zou het sowieso gebeuren, denk ik. Maar nu? In het geval van Feyenoord bedoel je? Ja, ik ken die jongen niet goed genoeg. Nee, dat is ook dus dat vind ik, ja, weet je, ik kan wel iets roepen nu, heel populair. Ik kan niet, nee, dus... Ik bedoel, een week geleden moest iedereen nog googlen. Over het algemeen, als het dan overal ineens oppopt, in stukjes en in tweets hij, en in ja, dat... Hij popt op omdat de rest geblesseerd is. Ja. Ik ken hem niet, hè. Bedoel, ik zie onder de 19 niet spelen. Daar staat hij. Ja. Maar er zijn er 5-6 weg. Ja, dan zul je iets... Stond hij niet überhaupt te boeken als een heel groot talent? Want ik heb het idee dat ik die naam veel langer ken dan dat het hij nu... Hij heeft dit jaar zijn eerste profcontact getekend. Op 29 mei. Ja, en volgens mij zat hij een week geleden voor het eerst op de bank. Hij weet hij dan toen 16 of niet? Ja, hij is nu 17, dus nee. Zit in mei, dit seizoen is gebeurd, dan niet. Nee, was hij net al aan. Dan heeft hij nog relatief nog laatste controle. Hij is een moderne en fysiek sterk verdediger. Ja. Nee, niemand kan het inschatten. Dus op het moment dat hij zo goed is, dan moet je het vooral doen. Je zou ook kunnen zeggen, maar Gio houdt er niet zo van om aan het systeem te sleutelen. Je kan ook drie man achterin zetten en dat je daar een blok van twee voorzet. Dus dat je El Amadi en Amrabat wat naar achteren haalt.
En dan, ben je daar voorstander van? Dat zou mijn allerlaatste optie zijn. Denk ik ook. Want dan ga je ineens zoveel mensen uit hun comfortzone halen. Dus ook je vaste mensen gaan ook allemaal spelen. Ja, die spelen 10 meter verder naar achteren. Dat maar een hele veldbezetting wordt ineens heel anders als je ineens een systeem overboord gaat gooien. En als je dat ook nog eens niet getraind hebt. Ja. En, als je daar heel weinig, en dan thuis tegen Ajax en dan zie ik de krantenkoppen de dag erna als dat niet goed gaat. Ja. Voel maar even in het puntje wat er dan gebeurt. Ja, nee, precies. Dus ik zou dat nooit doen. Dan zou ik serieus nog eerder mijn hoofd op het hakblok leggen en die 16 of 17-jarigen erin knallen. En gewoon zeggen van nou, succes ermee, geniet ervan. Ja. Ja. Maar ik zou dat nooit doen. Maar ja. Heb jij een beetje vertrouwen? Moi. Nee, ik moet wel zeggen. Vorig jaar heeft hij hier echt. Was dat fantastisch. Toen stond Feyenoord natuurlijk bovenaan. En het was het Ajax Feyenoord. En toen zei hij: het maakt me allemaal niet uit. Feyenoord wordt kampioen. Toen ramde Schöne die bal binnen na 1 minuut. Toen zaten Jan hier, Broes. Al die Feyenoorders helemaal trillend van spanning. En toen heeft hij de hele wedstrijd zo gezeten. Ja, maar dat is nog steeds. Nee, absoluut niet. Nee, maar dat was toen geen act. En uiteindelijk is Feyenoord natuurlijk kampioen geworden. Dus ik had gewoon gelijk. Het duurde nog best lang trouwens. Hè? Dat duurde ook wel lang. Maar het zat er niet in die klassieke specifieke. Dat deed me echt geen fuck. Want er zat gewoon geen belang bij die wedstrijd. Dat je hem wint is altijd fijn, maar dat haalt wel de stress weg van het duel. Al speel je hem in de voorbereiding. Er zit toch altijd, je geeft toch altijd een fuck? Nou, nee hoor. Ja goed, misschien waar kijk jij meer naar minderwaardigheid? Feyenoord Ajax of Galavenner? Galavenner is op dit moment even belangrijker. Ja? Ja, dat is wel even belangrijker. Maar ik heb heel veel zin in deze. Maar het probleem is een beetje, Feyenoord is nog verder van de vorm van afgelopen seizoen. Maar is thuis gewoon altijd sterk, al denk ik wel dat ze een beetje. Daar denken ze bij NAC heel anders over, hoor. Ja, nee, maar dat is NAC. Er zit een toptrainer tegenwoordig. Ja, dat is waar. Dat is maar uniek talent. Ik vraag me een beetje af. Ik denk dat Feyenoord een beetje gaat missen. Een Kuit die vervelend doet, zeg maar. Die weet hoe die vervelend moet zijn in zo'n wedstrijd. Ik denk dat ze die wel eens kunnen gaan missen. Maar Ajax 2 keer 4-0 gewonnen, 2 keer een klote wedstrijd, 2 keer een helft waarin het echt anders had kunnen staan. Dus dat is helemaal aan mijn kant niet zo. Van ik denk, nou, Ajax zit lekker in vorm, die pakken hem lekker door daarom. En mensen vergeten dat vaak. Feyenoord heeft vorig jaar, zeg maar, vooral ook tot aan de winterstop, ook heel veel van die klote wedstrijden gespeeld. Hè? Wedstrijden waarbij je net geluk had, waarbij je een paar keer een penalty meekreeg of zo. Of waarbij je heel slechte eerste helft waar je dan mee wegkwam en dan toch op 1-0 kwam. Dat is nu een beetje omgekeerd. Ja. In die zin dat ze vorig seizoen eigenlijk een beetje overgepresteerd hebben. Ja. Ook als je dan kijkt naar alle expected goals modelletjes. Ja. En dat het nu eigenlijk tegenovergestelde is. Ja. Maar denk jij dat zeg maar de winnaar of zeg maar de verliezer nu echt afhaakt in opzicht van PSV, vanuit gaan dat PSV wint? Denk je dat nu al beslist is of denk je dat dat wel... Nou, dat hoeft natuurlijk niet, want je kan zo'n reeks wat Feyenoord, ik denk 2 seizoenen geleden met 7 verliespartijen in het extreem, maar dat kan ook heel vaak bij die alle 3 in het voordeel zijn. Dus dat komt er waarschijnlijk dan nog wel bij. Oktober, hè? Er kan zoveel gebeuren. Ja, nee, dat kan absoluut zoveel. En bovenal natuurlijk, omdat er inderdaad, wat wij eigenlijk ook net al zeiden, dat er eigenlijk geen een van die 3 teams zo stabiel oogt, althans nu. Er is geen enkele aanname, tenminste eigenlijk geen enkele reden om aanname te doen, dat een van die 3 teams vanaf nu een serie gaat neerzetten. Nee, verder van zelfs. We zaten 3 weken in het seizoen en iedereen had het over de vraag of Cocu nog wel kon blijven. Ja. Die staat anderhalve maand later, staat die 5 punten los. Ja. Ja. Ja, dat is ondanks dat, ik was bij die wedstrijd. Nooit gedacht. Vooral niet waar het misging bij PSV. Ze keken bij de Europese wedstrijd, of? Nee, maar ik bedoel bij Heerenveen. Oh, ja. Dat ze daar verloren. En het vooral hoe de onmacht bij die spelers. Ja. Kobayashi speelde toen volgens mij echt fantastisch. Ja, Schaars. Schaars heel goed. Maar eigenlijk heel Heerenveen. Ja. PSV wilde heel, heel hoog druk zetten. Ja. En dat zag Schaars dat met Kobayashi. Die gingen iets anders staan. En ze speelden steeds de hele tijd onderuit. Dus was het, ja, dan lijkt het ook natuurlijk. Ja. Alsof ze er helemaal niks van kunnen. En ze tikten er heel makkelijk onderweg. Maar ik vind dat sowieso. Heerenveen is een heel wisselvallende ploeg. Maar ik vind het een leuke ploeg, hoor, af en toe. Ja. Af en toe, dat is het. Ja, goed, inderdaad. Wat is jouw een ploeg waarvan jij denkt, ja, dat kan me wel bekoren in de Eredivisie? Ik vind waar ik vooral altijd wel enthousiast van word bij Utrecht, is natuurlijk misschien ook wel cliché, maar als trainer kijk je dan toch anders misschien. En dan vind ik wat Den Haag daar doet, vind ik in ieder geval heel erg interessant. Dat is niet altijd super spectaculair, maar wat ik heel weinig zie in Nederland is dat trainers het echt anders durven doen. Ja, dat doet hij op zijn minst natuurlijk, hij doet het echt anders.
Dus dat vind ik ergens ook wel weer leuk om, om dan toch wel weer naar te kijken. Ja, Heerenveen inderdaad in sommige wedstrijden hebben ook wel echt een leuke ploeg om aanvallend, fris, avontuurlijk te spelen. Met buitenspelers waar een 1-1 in zit, waar een steekbal in zit. Dus die kunnen ook attractief spelen met middenvelders die ook het vermogen hebben om positiespel te spelen. Dus ja, dat is wel echt, daar kan ik van genieten. Ik heb ook wel hoge verwachtingen, toch nog wel van AZ. Spelersgroep misschien niet top, maar wel een goed gevoel ook bij... zeg even, nu ben ik even de naam kwijt. Slot. Ja, aan het slot. Ja. Vooral, ook in de combinatie met John van der Brom. Ja. Dus ik denk dat hij daar heel veel in kan aanvullen. Ja, dat zijn wel de ploegen die ik interessant vind. Ja, en natuurlijk Vitesse, maar dat blijft ook wel... Dat blijft ook ergens wisselvallig. Ja, en trouwens, dat zijn allebei, zowel AZ als Heerenveen, ernstig leunen op een nogal begaafde Iranier. Zowel Ali Reza als Reza. Ja. En wat ik ook echt moet noemen trouwens, is Excelsior vind ik met Van der Gaag. Zeker als je, ik bedoel, wij speelden daar een tijdje geleden, waren in dat stadion. Ja, als je dan daar kijkt naar hoe het stadion eruit ziet, naar wat daar de capaciteit is en hoe hij het dan daar nu al een paar seizoenen echt ontzettend knap doet. En ook door andere dingen te durven doen. Dus gewoon niet te zeggen van, weet je, geef ons de bal. Maar gewoon ook vanuit een organisatie, zoals we ook vorig jaar Feyenoord eigenlijk pakten, in die eindfase met snelle counters. Ja, dat is wel het moderne voetbal. Dan maak je eigenlijk weer het bruggetje terug naar het begin van de uitzending. Ja. Dat je dus dingen op sommige momenten ook anders kunt doen. Hij schrok heel erg. Hè? Zijn eerste baan in Nederlands Eindhoven voor mij. Ja. Toch? Dat hij over zijn. Ja. Weet je, in zone verdedigen en dat soort dingen. Wat hij in Portugal had gedaan. Dat probeerde hij bij Eindhoven. En hij zei, het einde van het seizoen, ja, maakte ze nog steeds. Dat komt gewoon van de jeugdopleiding. Dat weet jij misschien nu beter tegenwoordig. Dat het wel meer wordt gedaan, zeg maar. Ja, heel weinig. Wat ik om me heen zie, heel weinig. Ja. Dus als een trainer dan denkt, misschien is dit met mijn ervaring, met mijn wat ik weet, beter voor ons spel om in de zon. Maar het kan gewoon niet in Nederland. Ja. Ja, het kost heel veel tijd om het om te zetten natuurlijk. Ja. Maar we lopen daar natuurlijk wel heel ver in achter. In ook gewoon de opvoeding van onze jeugdspelers inderdaad. Naar wat zijn nu de... Ja, weet je, er moeten echt andere latten neergelegd worden. Is dat voor jou worden. Niet heel lastig nu, zeg maar, juist als je het verschil maakt dat je onder 19 nu hebt, zeg maar. Dat je eigenlijk bezig bent met de laatste fase richting senioren. Ja, misschien. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere punten waar je wel heel veel invloed op hebt. Zoals? Nou ja, in hoe wil je aanvallen, hoe wil je druk zetten, wat spreken we af bij standaard situaties, hoe willen we omschakelen. Wat is nou als je een paar elementen moet pakken van een onder 19 ploeg, waar je echt, zeg maar, dit is echt onder 19 materiaal. Zeg maar, waar je, zeg maar, nou, dat je bij onder 17 kan je ze nog hier kneden, maar onder 19 is natuurlijk de laatste stap vanaf juniorenvoetbal, voordat ze naar de senioren gaan. Nou, bijvoorbeeld twee dingen die me nu meteen al te binnen schieten is, één is het fysieke, waarbij er bij de onder 17 natuurlijk ook nog wel, zeker wat later rijpers, misschien nog wel in de eindfase van hun groeisput zitten. Waarvan we ook weten dat jongens over het algemeen wat later in de groeisput zitten dan de meiden. Nou, dus bij onder 17, dat zijn vaak nog jongens die 15 of 16 zijn, zitten daar nog gewoon nog in de groeisput. Dus kun je fysiek gezien ook qua periodisering, qua krachttraining, qua explosiviteit, kun je daar gewoon minder doen. Of andere dingen moet je daar doen eigenlijk. En wat ik vind is, onder 19 is echt de laatste stap naar het profvoetbal voor het jeugdteam. Dus daar moet je mentaal en qua mindset andere dingen gaan vragen. In beleving, in concentratie, in doelen stellen, in hoe beleef je het, hoe ga je toewerken naar die laatste stap, naar het eerste helft, hoe graag wil je dat. Dus daar mag je vooral in je lat ook daar weer die je neerlegt. Ja, die mag wel weer een stukje opgehoogd worden ten opzichte van onder 17, vind ik. Hoe train je dat, zo'n mentale weerbaarheid? Want het lijkt me, het filmpje van vorig jaar erbij pakken. Ja, van lijkt me een heel logisch gevolg inderdaad, zo'n laatste stap voordat je prof wordt. Het lijkt me ook iets wat best wel ingewikkeld in te passen is in een regulier trainingsprogramma. Ja. Want je gaat niet even een groepsoefening mentale weerbaarheid doen. Nee. Dat zit hem echt in heel veel kleine dingen. Dat zit hem in één-op-één gesprekken die je hebt met spelers. Dat zit hem bijvoorbeeld, als je het dan hebt over die concentratie. We kennen natuurlijk ook allemaal het filmpje van AZ met de Champions League Tune. Nou, dat doen wij op een iets andere manier, maar wel iets wat erop lijkt. Voor iedere wedstrijd vind ik dat al mijn spelers de kans moeten hebben om even te kunnen bidden. Of in ieder geval om hun concentratie te pakken. Dus vlak voordat wij naar buiten gaan, geef ik onze spelers 1 minuut de tijd om in ieder geval... het imagineren? Visualiseren. Maar ook dat er een toch bepaalde stilte en rust is in de kleedkamer. En als jij dan graag heel gelovig bent en je wilt heel graag nog een bedje doen, dan doe je dat. En als jij juist denkt van, hey shit, ik ben zo meteen die spits en bij de voorzet kom ik daar en dan kies ik positie. En dus dan ga je al visualiseren spelen, dan geef ik jou daar ook de kans voor. Dus maar als je bijvoorbeeld, ik ben ook een vechtsportliefhebber en daar zie je dat juist op het laatste moment vlak voor het gevecht. Dan, heel veel energie. Dan knallen ze die muziek aan en dan is het op iemand inslaan en op iemand inpraten.
Stel, iemand wil daar gaan zitten met oortjes en die wil nog even een liedje luisteren of zo, dan kan dat ook? Of? Ja, maar de hele aanloop naar een wedstrijd is natuurlijk best wel lang. Hè? Dus ja, je hebt natuurlijk nog, kijk, die jongens gaan omkleden. Ja. En dan hebben wij 35 minuten voordat de wedstrijd start, hebben wij de warming-up. Nou, 10 minuten of kwartier daarvoor hebben wij weer de wedstrijdbespreking. Nou, en daarvoor heeft natuurlijk ieder zijn eigen ding, ieder zijn eigen ritueel. De ene loopt rondjes, de ene maakt grapjes, de andere voetbalt al wat, de andere luistert zijn eigen muziekje. En hoe dichter je dan bij die wedstrijd komt, hoe meer je wel komt in dat we dingen samen gaan doen. Want dat heeft ook te maken met tijd en met je organisatie, met je structuur. Maar wij doen wel ook nog eventjes koppen bij elkaar en de laatste puntje. Je zag vorig jaar bijvoorbeeld, dat filmpje ging natuurlijk over Twitter. Mm-hmm. Paul Ravenhoe, de trainer van Sportclub Heerenveen, onder 19. Hè, dat was ook mentale weerbaarheid kweken. In ieder geval voor mij, dat was de gedachte erachter. Ben je nou zo'n trainer die dat ook, dat randje opzoekt door echt spelers tegen te schreeuwen en te laten zien... Was dat die twee idioten die tegen het kind stonden? Ja. 100%. De vraag is vooral met welk doel doe je het? Nee, maar ben je zo'n trainer die dat ook wel eens kan doen? Als je het bewust moet doen. Ja, en als het voor een, stel je voor, hij heeft het per se nodig in zijn ontwikkeling. Ja. En daarin moet ik hem misschien een keer, vernederen klinkt dan heel extreem. Maar ik moet hem echt een keer flink op zijn plek zetten. Maar het is voor hem beter in zijn ontwikkeling om de volgende stap te zetten. Waarom zou je het dan niet doen als trainer? Alleen je moet denk ik die verschillende rollen kunnen spelen. En ik moet weten dat hij dat nodig heeft. En dat hij juist af en toe een schouderklopje nodig heeft. En juist, is soms te ver voor jezelf dat je terugrijdt naar huis dat je denkt, poeh. Natuurlijk, zoals ieder mens doe je wel eens dingen waarvan je denkt... Maar je komt nu over ook wat de mensen in de chat zitten. Als er iemand die goed nadenkt over zijn woorden, goed praat over... Maar juist dan kan je toch een keer die... Maar juist dan ben je ook voorbereid en weet je vaak van tevoren al van... met hem gaat waarschijnlijk nu ongeveer dit gebeuren, dus... ga ik hem op die en die manier benaderen en bij hem dus iets anders. Dan zijn er nog altijd momenten waarin je waarin het spontaan iets gebeurt. Hè? En natuurlijk denk je dan achteraf wel eens van dit ging wel lekker of dat ging minder. Ja, maar dat, een emotionele coach langs de lijn? Ja, kan wel emotioneel zijn. Ja, niet zeg maar de... Mourinho, Simeone. Nee, zo gek niet. Maar je moet ook gewoon heel erg bij jezelf blijven. En ik wil heel graag... Ben je de scheidsrechter? Ja, tuurlijk. Hoe? Nou, door hem erop te wijzen als hij een verkeerde beslissing neemt. Ja, natuurlijk. Alleen de scheidsrechter bepaalt daarna hoe... Geloof je dat? Ook daarin speel je het spel. Ja. Soms voel je aan, omdat bijvoorbeeld de trainer van de tegenpartij al heel erg tegen hem aan het mopperen is, waarvan je denkt, er gaat alleen maar meer naar onze kant, dus zeg ik juist bewust niks. En soms denk je juist van, kom op, er gaan nu een paar beslissingen genomen worden, waarbij ik wel denk, nu klopt er even iets niet. En dan doe je je ding. En dan wijs je die man daarop. En dan is het aan hem om te bepalen hoe ver je daarin kunt gaan. En, wie is er nou echt heel goed in Nederland als je naar dat aspect ziet? Het spelen van het spel. Dus gewoon binnen de lijnen met de scheidsrechter, tegenstander. Als voetballer of als trainer? Waarvan wij misschien eigenlijk dat helemaal niet weten. Maar die doet het zo slim. Poeh. Ja, dat zou ik even niet weten. Of is hij eigenlijk helemaal niet of het spel speelt, weet ik niet. Nee. Bewust. Nee, maar hij is wel heel erg bevlogen. Is gewoon zo, ja. Ja, dat is was hij het voetbal al? Ja. Ik heb soms het idee dat als je bijvoorbeeld bij Van der Brom in zijn ogen kijkt, zo, dat hij dan soms heel kwaad is en dat je dan ziet wegdraaien, dat je een soort twinkelingetje ziet, weet je wel. Maar dat hij een spel speelt dus. Ja. En dat hij daar... ik zie Van der Looy of zo, zie ik ook heel vaak schreeuwend langs de zijlijn staan. Maar dan zie ik nooit dat hij vervolgens omdraait. Maar dan zou je ook eigenlijk ook aan die mensen moeten vragen of ze dat doen. Anders dan nemen wij... Sorry, maar ik neem aan dat bijna elke trainer het anders doet, toch? Ja, alleen het gaat erom. Ik denk alleen wel dat er ook veel coaches zijn, en daar val ik zelf ook wel eens onder, dat ze hun emoties niet meer onder controle hebben. En dan speel je dus niet meer bewust het spel. Wanneer was de laatste keer bij jou? Toen wij afgelopen week voor de eerste keer puntverlies opliepen in de competitie, waarbij er een paar beslissingen... Kijk, je moet je voor... Tegen AFC. Ja. Maar we spelen op ons niveau, dat is echt werkelijk te bizar voor woorden, speel je met clubgrensrechters. Ja, daar zijn wij ook. Het is iets ander niveau, hoor. Ja, en wat ik heel moeilijk vind, is ik neem mijn vak heel erg serieus. En ik probeer mijn spelers voor te bereiden, en dat doen ze dat ook eens zelf, maar wij nemen het allemaal heel erg serieus, het voetbal. En dan worden daar beslissingen genomen. In de eerste plaats trouwens ook door de scheidsrechter, want die wordt daarvoor aangesteld. Ja, daar heb ik dan wel bedenkingen bij. En dan is het wel heel moeilijk om te zeggen van, het doet mij niks en ontwikkelen is belangrijker dan winnen en ik ga even rusten. Ja. Maar dan de afloop naar die clubgrenzen? Oh, nee, want die clubgrensrechter, dat snap ik nog. Want die zit in een kleedkamer 7 dagen per week bij spreken met die mensen. Die wordt helemaal gebrainworst. Dus dat snap ik nog wel. Maar net als bij mijn jongens heb ik wel tegen de scheids ook verteld. Als het goed is, is het goed. En als het niet goed is, is het niet goed. Ja, sorry scheids, ik vond het niet zo heel sterk. Dat doe jij ook altijd, toch?
Sorry? Tegen de scheidsrechter. Ik praat nooit met scheidsrechters. Ik kan hier nu een anekdote gaan vertellen. Nee, nee, absoluut. Zin in. Nee, maar. Nee, dat is echt. Daar zou de KNVB ook wat aan moeten doen. Dat we nieuwe generatie scheidsrechters krijgen. Scheidsrechters zijn zo slecht op dat meteen voetbal. Ja. Oh, maar ik vind wel dat ze wel durven om heel veel jonge scheidsrechters de kans te geven. Wij hebben heel veel jonge scheidsrechters. Ja, maar dat, volgens mij zetten ze die. Of ze goed genoeg zijn, bewust, dat is een andere discussie. Bewust wat hoger in de voetbalrangen. Maar je bedoelt de jongere jongens zitten bij senioren, hoger. Bedoel je gewoon? Bij ja, gewoon bij seniorenvoetbal. Dat is zo. Dat is zo maar dat zijn nog geen vrijwilligers. Kijk, wij hebben nu echt nog jongens. We hadden laatst van een jongen van 20 of zo. Die vleurt nu derde klasse. Die wil zo snel mogelijk naar de topklasse. Hè? Wij dachten echt, nou, je bent eigenlijk veel te goed voor ons. Ja. Ja. Maar we hebben ook wel eens iemand van 70 die gewoon niet de middenshow uit. Ja, dan heb je best een vervelende middag hoor. Ja, want die kijkt dan, ah, dat zou wel een penalty kunnen zijn. Penalty en dan komt hij aanlopen, ja. 9 van de 10 keer dat ze opstootjes op het veld is, is omdat de scheidsrechter niet capabel is. Omdat aan het begin en aan het eind van dan valt het met die teams altijd wel mee. Ja. Yeah. Zeg zo. Ja, maar je kan elkaar ook niet in de haren vliegen als je zesde klas amateur speelt. Nee, denk ook niet. Het kan daarvoor, nooit. Daarvoor speel je dat. Ja, goed, dan kan je als scheidsrechter. Zit één stap verder, dan ga je de octagon in. Nog zo capabel zijn, maar je bent ook geen Kofi Annan. Ben je ook bezig, zeg maar, met, dat je soms denkt, shit, ik heb een voorbeeldfunctie, dit moet ik niet doen? Of zover gaat het niet bij jou? Natuurlijk. Nou, je maakt in ieder geval de afweging van, als ik dit nu doe, of stel je voor, ik trek dit door, dan zou het bijvoorbeeld niet goed zijn. Dus is er een extra reden om het niet te doen. Ja. Maar uiteindelijk, hè, waar we het ook voor de uitzending van mij ook al even heel kort over hadden, wat Henk Vreese zei, vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie. Kijk, uiteindelijk maakt het. Kijk, je speelt het spel, wat ik net al zeg, maar ergens zit daar ook een grens aan. En je kunt dat spel ook niet tot in een treuren altijd maar. Of kijk, als die scheidsrechter op een gegeven moment dan een keer naar je toe komt en zegt van hey, dit was gewoon de laatste keer en nu is het klaar. Ja, dan kun je het wel nog een keer doen, maar dan win je er ook niks meer mee. En je kunt dan wel eindeloos over de scheidsrechter blijven praten, maar. Zoals Ronald Koeman gisteravond deed. Ja, ja. Bij Bas Nijhuis. Ja. Je hebt ik moest Leon? Voetballen. Oké. Wat is dit voor sneer? Ja, ik moest wel voetballen. Jij was niet opkomen daar, maar ik stond. Waar. Ik ben gewoon geblesseerd. Ik stond daar wel op het veld. Maar, die is dus na afloop goed uit zijn plaats. Die is ook op het veld nog een keer. Ja. Nou, Nijhuis, die heeft dus al de hele wedstrijd de confrontatie gezocht. En ja, na afloop hem even duidelijk gemaakt dat hij het vond dat hij belachelijk had gefloten. Bas, maar wat wel belangrijk is. Bas kennende. Doet dat hem niet Bas veel. Kijkt gewoon iemand aan en dan, ja. Ja, maar wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat je als trainer moet je nooit naar je spelersgroep, bijvoorbeeld naar AFC. Ja, dat praat ik. Ik zeg dan tegen hun, ik vond de scheids ook niet best vandaag. Maar ja, wij hebben zelf zo ongelooflijk slecht gespeeld vandaag, dat wij ook niet goed genoeg waren om het verschil te maken. Ondanks die clubgrensrecht of ondanks de scheids of wat dan ook, is het echt onze verantwoordelijkheid voor 100%. En dat is wel een kanttekening die ik wel even echt moet maken. Gisteren, ondanks dat ik het niet gezien heb, denk ik, Ronald Koeman heeft het op dit moment erg zwaar bij Everton. Landgenoot op het veld. Ja, zo werkt het niet, maar misschien ergens in zijn achterhoofd denkt hij nog wel van, nou ja. Nee, ik heb die pot niet gezien. Had hij een punt? Nee, ik heb alleen. Ja, nee, ja, het gaat over extra tijd en allemaal dat soort dingen. Maar ik denk gewoon. Ik ben hier na afgelopen weekend heel fanatiek op, hè, op extra tijd. Ja, maar dat is toch, daar win je of verliezen. Kijk, sorry hoor. En natuurlijk, je hoort er trouwens wel niet afhankelijk van te zijn. Met dit punt ben ik wel met je eens. Want Dierik Boer begon in de vierde minuut met tijd trekken. En Higler keek hem gewoon de hele tijd aan. Ja. Kijk, als Higler na 6 minuten naar hem toe loopt of na 10 minuten... Want dat, kijk, je kan tijd. Maar wat gebeurt er dan? Er gebeurt nog steeds niet. Geel. Nee, maar er moet iets gebeuren. Nee, maar Jordi, als jij de eerste minuut geel geeft, geeft hij hem tot de 90e minuut, geeft hij hem niet, kan je de hele tijd. Nee, dat denk juist ik die niet. Eerste, na, als je dat die eerste vroeg geeft, dan kan hij oneindig tijd dat rekken. Want niemand krijgt 2 keer geel. Dat is wat hij deed, hij rekte oneindig tijd. Welke keeper heeft ooit 2 keer geel gehad voor tijd rekken? Quizvraag voor de chat. Internet, mocht je het antwoord laat weten? Het weten. Ja, dat gebeurt nooit. Ik ben benieuwd naar. Dat gebeurt nooit. Nee, maar goed, dat is dus. Dus dan maakt het geen fuck uit of je hem na 1 minuut geeft of na 10 minuten. Moet je zeggen, ik laat 8 minuten bijtellen. Ja. Nijhuis was zelfs te Nijhuis voor een Engels team. Dat was er zin in. Dan heeft hij veel door laten gaan. Ja. Waarom gaan jullie het sowieso redden dit jaar met NAC? Omdat we een trainer hebben die heel erg bevlogen is en de boel scherp houdt. En ik zie bijna ieder jaar wel teams die tegen degradatie gaan spelen, maar die dat eigenlijk pas relatief laat gaan inzien. Dus dat die zeg maar in, laten we zeggen, maart of april denken van holy fuck, nu gaat het wel echt heel snel. Dus nu moeten we echt ineens
En dan is het soms wel te laat, dan kom je er ook heel moeilijk uit. Ik denk dat dat besef bij ons nu al wel, tenminste ik weet ook dat het besef bij ons er is. Ik denk ook dat hij vanwege dat enthousiasme en ja, er is niet veel ruimte om te ontsnappen. De vraag is of je er voorstander van bent, maar er gebeurt wel altijd iets en je kunt niet snel in slaap zussen bij Stijn. Ik denk trouwens ook dat we qua spelersmateriaal bepaalde talenten hebben. Ja, die toch wel, die niet altijd nog constant spelen, maar die we wel in de loop der jaren gaan terugzien bij Europese top- of subtopclubs. Manu, hebben we de 100 keer, Manu Garcia natuurlijk. Het grootste talent of zien we iemand over het hoofd? Ja, nou ja, dat vind ik heel moeilijk om daar één jongen uit te halen. Maar ik denk dat Angelino ook wel een revelatie is voor heel veel mensen. En ik denk dat, misschien minder spectaculair, maar... Menno Koch en Rai Vloed met scorend vermogen. Menno Koch gewoon puur als misschien on-Hollandse verdediger. Maar wel heel belangrijk kan zijn voor een elftal. Zeker ook natuurlijk met zijn lengte wat dan tegen degradatie speelt. Nou ja, dus er zijn wel meer spelers. Brengt een hoop rust ook in zo'n jong team volgens mij. Kan ik me voorstellen, zo'n Koch. Ja, het is ook nog relatief jonge jongen. Ja, maar goed, als je het vergelijkt met 4 of 5 huurlingen van onder de 20. Ja, je kunt op verschillende manieren rust brengen natuurlijk. Ja. Door middel van communicatie, door middel van uitstraling, door middel van je spel. Maar er zijn wel meer jongens, denk ik, die nog waarvoor NAC niet per se het eindstation is. En vanwege dat argument denk ik dat wij uiteindelijk ook de combinatie van als je en blijft knokken en de kwaliteit, dat het voldoende zou moeten zijn. Maar moeten niet te veel mensen negatief gaan tweeten over een eigen team? Nee, dat zou niet helpen, denk ik. Nee, ik zag hem toevallig van de week er langskomen. Ik kom nu niet op zijn naam, de rechtsback. Ajax. Altijd Rob Pender zeggen in dit soort gevallen. Fabian, bedoel je? Ja, Fabian Sportkleden. Sportkleden. Die had een tweet waar heel positief over werd gesproken door Fox-commentatoren in de studio. En alleen de tweet, ik markeer niks medisch dat ik niet speel. En meer niet, zeg maar. Ja, maar dat zullen ze in dat filmpje wel gezegd hebben dat hij iets medisch... Nee, het was een filmpje van vorig seizoen. Ja? En er stond nu, ik markeer niks medisch dat ik niet speel. Ja, die is ontevreden. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee. Maar ik dacht dus ook, ik ging het filmpje kijken dat ze daar zeiden dat hij boos was op die analisten. En toen zag ik, het was in de playoffs vorig jaar met Cyril Dessers die nog scoorde. Maar ja, ik... Nee, ik vond het een hele... Ja, kijk, ik denk dat je... Hij zei ook niet echt iets heel raars, toch? Nee, maar hij zegt. Nee, maar het is niet dat hij zegt. Ik ben het eens met hoe de manier nu gaat, zeg maar. Nee, maar kom op. Als je niet speelt, we moeten ons daar een beetje aan. Als je alleen bent, dan snap je toch ook best. Ja, oké. Kijk, ik kan me voorstellen dat de trainer op dat moment het misschien niet helemaal lekker vindt. Maar als ik de trainer zou zijn, zou ik ook wel denken. Ja, die jongen is teleurgesteld. En ik vind het ook goed dat hij teleurgesteld is. Want als hij niet teleurgesteld is, dan zou ik me nog veel meer zorgen maken. Of je moet uiten, is een andere discussie. Maar het enige wat ik dacht, dit is zo creatief. Ik heb nog nooit iemand zo. Dus, want ik ging hetzelfde wat jij deed. Het is niet medisch. Ik dacht, Perez heeft geroepen. Iemand heeft zijn hamstring. Ja, maar het was een fantastische actie waardoor Dessers scoorde. En dan dacht ik, oh ja, die jongen wil gewoon spelen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie dat... We hebben natuurlijk een relatief grote instroom aan jonge spelers van buiten gehad. Ook huurlingen en zo. Dat je die gesprekken ook vaker hebt. Ook met jonge jongens die misschien tegen de basis aan zaten. Als je ook het jeugdteam doet, maar die nu misschien niet het eerste halen. Omdat er bijvoorbeeld een jongen van City staat. Ik bedoel, manieren zijn natuurlijk alle perspectief op eerste teamvoetbal, maar hoe probeer je die jongens daar gemotiveerd bij te houden, zeg maar? Ja, hoe bedoel je dat precies? Ja, bijvoorbeeld de jongens die vorig jaar tegen de basis aan zaten, maar die nu bijvoorbeeld door de komst van een van die jonge huurlingen net buiten de basis vallen. Ja. Die zijn in principe een plek gedaald in de pickorder, om het heel negatief te zeggen. Nou, dan krijg je dus te maken met ontevredenheid ook. Hoe probeer je dat als trainer of ook als jeugdtrainer, zeg maar? Ja, niet zo moeilijk, denk ik. Kijk, je bent bezig met topsport. Ja. En daarin stel je de beste spelers op. Ja. En als de trainer die op dat moment wordt ingehuurd door die club... bepaalt dat speler X beter is dan speler Y op dat moment... Dan moet je als speler Y maar gaan aantonen dat dat niet zo is. En die trainer ervan overtuigen dat je er zelf beter bent. En daar zijn ze het heel vaak niet mee eens. En dat hoeft ook niet. Ja, dat is alleen maar goed. Sterker nog, inderdaad, dat vind ik ook wel weer juist mooi. Alleen, dat is zo werkt op ieder niveau, toch? Dat is Champions League, dat is zelfs amateurniveau, is dat hetzelfde. Ja. Nou, maar ik kan me voorstellen, als je in één keer een nieuwe groep spelers erbij hebt, dat spelers het gevoel hebben van oké, maar ik was me aan het ontwikkelen, ik zat er bijna tegenaan en nu komt er in één keer iemand die inschuift. Welkom in topsport. Welkom in topsport. Ja, en dat het niet fijn is, nee, maar topsport is per definitie denk ik haast niet fijn om te doen. Niet altijd fijn om te doen, althans.
Wat mij wel opvalt bij NAC is dat het na een uur lijkt de pijp leeg. Alfons Groenendijk heeft dat ook geroepen. Dat was een beetje, nou, voor mij bedoelde jullie trainer het helemaal niet zo slecht. Het ging een beetje na NAC ADO. Ad Stijn Vreven gaf gewoon ergens een reactie. Eigenlijk voor mij oké. En toen kwam er een redelijke sneer terug van Alfons Groenendijk. En die zei, misschien moeten ze ervoor zorgen dat ze na een uur ook nog energie hebben. Ja, kijk, is dat iets waar je zorgen baart of niet? Nou, ik weet dat daar heel bewust gepland wordt door Stijn zelf en ook door de mensen die daar verder zeg maar, nog meer achtergrondinformatie in hebben. Is dat hebben, de Verheijen? Werkers. Ja, onder andere. Maar er is natuurlijk, ja, Verheijen vertelt natuurlijk iets over wat VCT inhoudt, maar er zijn natuurlijk nog andere trainingen per week die je doet en daar zegt Verheijen, tenminste voor zover ik het heb, nu heb gehad op de cursus, vertelt hij daar niet zoveel over. Okay. Dat maakt trouwens verder ook niet uit, dat is geen geneer, maar dat gaat echt puur over de VCT. Nee, maar voordat we dat straks weer krijgen. Ja, ja. Maar kijk, het opvallende is natuurlijk, kijk, er zijn natuurlijk wedstrijden geweest waarin dat zo lijkt. Maar van de andere kant hebben we in de Kuip natuurlijk, zie je eigenlijk weer een ander patroon. Ja, ja. En dan vind ik het nu wel, kijk, als je straks aan het einde van het seizoen zegt van nou, in 7 of 8 van de 10 wedstrijden is dat zo duidelijk zichtbaar dat, nou puntje. Ik was mezelf tegen Sparta thuis, toen leek het in ieder geval, hè, gewoon als je dan zit te kijken. En je laatste 2 wedstrijden, ik weet niet of het conditioneel is dat je natuurlijk in de laatste dying seconds doelpunten weggeeft. Zowel tegen ADO als tegen Roda. Ja, nou ja, of het dan ook conditioneel iets is. Ja, dat is ook heel moeilijk om het puur feitelijk te stellen, denk ik. Ja. Je verliest in de eerste minuut ook als een duel. En, bedoel, zo'n goal als die van Gustafsson, ja. Ja, dat wordt dan onhandig ingestapt. Ja, dat gebeurt. Dat is lastig omdat de pin op alleen een minuut lijkt. Ja. Ja. Maar neem van mij aan logisch, denk ik, maar dat er binnen onze trainingsstaf wordt daar wel naar gekeken natuurlijk. Dus ja, daar worden ook die wedstrijden bekeken en geanalyseerd en worden er ook dit soort dingen naar gekeken. Dus, ja, wat is jouw rol bij nabesprekingen? Bij nabesprekingen niet groot. Zit je niet? Meer richting wedstrijd? Ja, wat mijn rol daarin is dat is vaak op de vrijdag. Dus dat is dan de dag vaak voor de wedstrijd zelf. Dan wordt er getraind en dan... Dan zijn er bijvoorbeeld sommige jongens die blijven over, daar ga ik mee trainen. Soms dan blijven er geen jongens over, dan sluit ik gewoon aan bij de training. Wat ik heel tof vind is eigenlijk dat ze met de hele opbouw na die wedstrijd toe met videoanalyse, met de voorbespreking, met nou, dat soort dingen, daar zit ik allemaal bij. Dus dat is wel leuk, ook voor mijn eigen ontwikkeling natuurlijk. Nou ja, en gewoon dingen die soms daar ter tafel komen. Of op welke positie zou hij misschien beter kunnen renderen? Hey, op welke positie zoeken we nog iets? Of wie weet dit? Of, nou, het is eigenlijk echt in voetbal. Je wordt eigenlijk overal ingehoord. Gewoon, het kan zijn dat je wordt gevraagd: morgen spelen we tegen PEC, wat moeten we doen? Nou, als dat toevallig daar ter tafel komt en mensen willen dat graag van mij weten, dan kan dat inderdaad. Ja. Wanneer word je hoofdtrainer? Goeie vraag. Is dat een volgende stap? Is dat logisch, zeg maar, vanuit hoe je... Je bent heel jong, je bent heel bewust bezig met je ontwikkeling. Dat anders had je al lang in Liverpool gezeten. Je praat heel wijs. Hoe oud ben je? Kom er achternaam, denk ik. Hoe oud ben je? Ik ben 30. 30. Okay. Holy shit. Sorry. Jonger dan ik, man. Nee, ik weet het niet. Kijk, is een mooie dat je moet je eerst afvragen of je dat heel graag wilt, hoofdtrainer. Ik denk het wel. Okay. Nou, maar wat heel veel, waar ik heel weinig inzicht in heb, is wat exact de druk op een hoofdcoach is. Ja. Ik zie dat bijvoorbeeld wel eens als ik in de catacombe loop en als ik dan de gezichtsuitdrukking van een trainer vlak voor of na een wedstrijd zie, dan denk ik, holy shit, daar staat een druk op. Wil je dat? Voel je daar prettig onder? Ik denk dat ik dat kan handelen, maar dat moet altijd de tijd uitwijzen of dat zo is. Als dat niet zo is, wil ik in ieder geval doorgroeien als assistent en dan zo hoog mogelijk. Europese top zou fantastisch zijn als je daarin... Weet je, ik heb altijd een soort van droom gehad als ik op wat manier ook betrokken zou kunnen zijn bij een Champions League wedstrijd als trainer waar ik echt invloed op heb. Ja, dat zou heel vet zijn. En wat ik nu op middellange termijn ook een soort ambitie heb is dat ik echt vind dat in Nederlands voetbal echt dingen moeten gaan veranderen. En dat helpt nou eenmaal als je wat meer status hebt. Ja. Dus als je dan ergens hoofdtrainer of assistent bent, dan weegt je stem wat zwaarder dan dat je jeugdtrainer bent ergens. Ja. En ik vind dat er op dit moment in Nederlands voetbal heel veel dingen nog te winnen zijn. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren. En dus probeer ik mezelf te ontwikkelen zodat ik zelf beter word. Maar dat ook de nieuwe generatie spelers daar beter van wordt. Heb je dan over die zoneverdediging of zo? Dat is zo'n klein onderdeel van het hele grote geheel van wat er in Nederland nog beter kan. Maar wat zou jij veranderen? Stel ze bellen jou vanuit Zeist. Ga het maar doen. Ja. Technisch directeur. Ja. Ik zou... Als ze je bellen.
Ja, dat denk ik wel. Lekker voetbalprimeurtje straks hoor. Ja. Ja. Ik sta open voor Zeist als NAC meewerkt. Ja. Nee, maar dat zou natuurlijk een hele mooie functie zijn. Dat zou hetzelfde zijn dat je zegt van ja, je kunt bondscoach worden. Waar we het ook net over hadden. Wat is mooi? Als je één keer komt. Oh, op dit moment voel ik me meer trainer dan beleidsbepaler. Ja. Maar ik zou wel iets gaan doen aan de manier hoe we naar talent kijken. Dus welke jongens selecteren we. En dan meer naar potentie in plaats van een speler op dit moment toevoegt aan een wedstrijd. Ik vind ook dat we moeten kijken naar hoe beïnvloeden dan die spelers. En daarin is voor mij een paradepaardje gewoon de intensiteit en het ritme waarin we spelen in Nederland. Ja, vind ik ver onder de Europese norm op dit moment. Dus het tempo van omschakelen, van aanvallen naar verdedigen, het tempo van omschakelen van het plaatsen van een counter, het snel diepte zoeken in je opbouw om vooruit te spelen, het snel afjagen van tegenstanders. En eigenlijk wat Peter Bos zei, van niet per se het harde trainen, maar gewoon het beter trainen. De lat moet gewoon omhoog in Nederland en wat we verwachten van die spelers. En dan in je speelwijze ontzettend centraal stellen. Dus alles moet eigenlijk aansluiten bij de speelwijze. Want daarbij train je ook je krachttraining, je voetbalsprints, je standaard situaties. En daar zou ik wel heel graag wat dingen in. Het eerste punt dat je aangeeft. Nee, zeg maar. Heb je Feyenoord gezien deze week tegen Shakhtar? Tweede helft. Oh ja, maar dat was precies de helft waar ik de vraag over had. Dat is mooi. Nee, het eerste kwartier zie je ze heel hoog druk zetten, heel veel afjagen en het leek. Alsof ze dat gewoon de tweede helft fysiek niet meer konden bolwerken. Want de tweede helft leek helemaal nergens meer naar. Zou kunnen, dat waren, ja, nee, precies. Maar ik vind het wel verbazend dat kan, je omdat zo je vroeg in het seizoen al. Dat je ook wel tegen hele goede tegenstanders, of hele, ja, relatief goede tegenstanders speelt. De vraag is alleen, Feyenoord doet op dat moment iets in die eerste helft. Waarschijnlijk wat ik dus niet heb gezien, ik ga even af op jouw analyse nu. Ze doen daarin iets. En de vraag is, doen ze dat in een groot gedeelte van de andere wedstrijd, doen ze datzelfde? En als het antwoord daarop is ja, dus ze doen in al die andere wedstrijden doen ze hetzelfde, dan ontwikkelen ze een speelstijl waarbij spelers tactisch weten wat ze moeten doen, maar waarbij ze ook aan de intensiteit gaan wennen van een 90 minuten afjagen. Alleen als ze dat niet doen, dan is het natuurlijk ook niet zo vreemd dat ze dat niet zo lang volhouden, omdat ze misschien in andere wedstrijden eerder zeggen van hey, we zakken weer wat verder terug, ja, waardoor ze dan vraagt het lichaam weer iets anders. Dus. Nou, en wat ik van Feyenoord weet is dat ze dat, wat bijvoorbeeld onder Peter Bos vorig jaar heel duidelijk was bij Ajax, wat bijvoorbeeld voor de teams van Guardiola ook heel erg kenmerkend is, en waar Ranjik heel erg zit, hoog afjaren, 9 van de 10 keer althans. 5 seconden en dan. Nou, en dat beeld heb ik niet van Feyenoord, dat Feyenoord daarvoor staat. Dus is het voor mij niet zo vreemd dat ze dat niet de hele wedstrijd kunnen volhouden. Jij gaf het net aan, het potentie zoeken van jeugdspelers bij de grote concurrent bij NAC, de nieuwe hoofdjeugdopleiding bij Willem II. Die heeft dit als paradepaardje. Ja. Het 7 jaar heeft hij, in ieder geval heeft een contract voor 7 jaar van mij gekregen. Oh, volgens mij niet. In ieder geval dat zou hij wel heel graag willen, volgens mij. Of in ieder geval 7 jaar de periode uitgetrokken. En als het na 7 jaar daar hij geen verandering in ziet. Zoiets, want hij gelooft hier heel erg in. Dan stapt hij ook uit de voetballerij. Want dan is zijn beeld, wat Willem net zegt, dat we nu heel erg kijken naar jeugdvoetbal. Kijken we, zeg maar tot 10 jaar. Kijken wie is de beste? Nou, die pakken we, zeg maar, bij amateurclubs. En hij wil dat we meer naar potentie kijken. Ja. Hoezo conservatief? Maar dat doe je toch ook in de jeugd? Is dat zo'n radicale visie? Nou, dat je kijkt naar wat iemand in. Qua selectiebeleid voor het Nederlands elftal snap ik dat. Dat het inderdaad een breuk is als je gaat kijken van oké, hoe kan iemand de komende jaren nog doorgroeien? Maar ik bedoel, elke scout die al sinds de jaren 60 in een lange regio als met een notebook langs de lijn staat, die kijkt toch niet alleen naar wat een jongen doet, die kijkt toch ook naar hoe die inschat dat hij zich nog kan ontwikkelen. Maar ik denk dat Willem dat beter kan vertellen. Nee, want je kijkt op dat moment wie in de jeugdopleiding op dat moment kan instromen. Wauw. Maar dat komt ook omdat, kijk ook voor die jeugdscouts zit natuurlijk, die willen ook qua hun aanzien binnen die club, is ook voor hun belangrijk. Mm-hmm. En als je in de BVO zit, dan zou je merken hoe dat werkt. Dat zit namelijk zo dat die scouts, die willen ook graag. Laten we zeggen dat wij alle vier scouts zijn. Maken, toch? Die willen, die willen gezien worden als een goede scout. Dus als wij alle vier scouts zijn en wij gaan kijken, stel je voor, wij moeten bij een willekeurige club moeten wij een onder-11 team gaan vullen. Mm-hmm. Dan willen wij natuurlijk graag kunnen zeggen tegen de hoofdopleiding, tegen die trainer van hey, die komt van mij en die komt van mij en die speler komt van mij. Mm-hmm. Die heb ik gevonden en die heb ik gescout en weet je, dat. Dan doe je dat natuurlijk op het moment dat je dan naast de lijn staat bij spelers die op dat moment het verschil maken in die wedstrijd. Maar niet misschien een jongen die misschien als hij 16 of 17 is en dan ineens zo'n heel uw mannetje ineens wat sterker wordt en sneller wordt. Maar nog steeds wel het goede kijkgedrag heeft en de goede keuzes maakt en technisch vaardig is. Zeg maar dat. Zie je dat al, die mate van...
Nee, maar wat je wel kunt zien bij een speler... bij een jongen van 11 die misschien fysiek niet mee kan. Zie je dan al die looplijnen en de, hoe nee, maar hoe wat je kunt zien is dat speler X vaker in een moeilijke situatie een goede oplossing vindt dan speler Y. En wat je ook ziet is dat speler X vaker over zijn schouder kijkt om zichzelf te positioneren dan speler Y. En wat je ook ziet is dat die misschien nog wel af en toe van de bal gezet wordt of nog niet de allersnelste is. Maar dat zijn eerste aanname wel altijd daar ligt waar die moet zijn. En als je dat ziet, dan kijk je dus wel op een andere manier naar spelers. Ja, ik denk dat er niet veel gebeurt nog. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar dat ze bijvoorbeeld kijken... Voor mij was het Groningen, als ik het goed zeg, Groningen en Heerenveen. Dat zij eigenlijk al in de jeugdopleiding kijken naar lengte, zeg maar voor centraal achterin. In ieder geval, dat hebben ze een periode gedaan. Dus dan valt automatisch de reden weg, mocht je een kleine verdediger zijn, dat je automatisch, hoe goed je ook bent, dat ze kijken naar lengte. Dat lijkt me heel raar als groeispurt en alles nog moeten komen, toch? Nee, maar je kijkt natuurlijk wel naar hoe lang iemand is, zeg maar. Ja, okay. Je kijkt in de, als jij een centrale verdediger, je bent voor onder 11 aan het scouten, zeg maar, of voor onder 13, hè, dan kijk je wie in onder 13 kan instromen op dat moment. En dan kijk je dus niet naar wie over 6 jaar in het eerste kan staan. Zo zou je eigenlijk wel moeten kijken. Ja. Maar dat gebeurt dus niet, omdat je onder 13 zo sterk mogelijk wil maken. Maar waarom wil je dat? Ik zeg niet. Jullie dat zijn ik het wil. Eens alleen. Precies. Heel erg op nu, zeg maar. Exact. Gericht. Terwijl, ja. En daarom vind ik dat bij Willem II. Ik weet niet of jij met hem gewerkt hebt bij PSV. Ik ken hem heel goed. Ja. Hij is bij PSV, gegaan en is nu bij Willem II. Wat ik eigenlijk nog wil weten is dat je natuurlijk bij voetballers zie je het altijd, hè? Die laten heel veel dingen om de top te halen. Nou, jij wilt Champions League een keer met de Champions League zo staan als hoofdtrainer. Dat zou wel. Maar wat laat jij ervoor? Ja, wel heel veel. Want je hebt nu je lieftallige vrouw? Ja. Vriendin. Vriendin, toekomstig vrouw wellicht, meegenomen naar de studio. Niel is heel erg op zoek naar scoops vandaag. Nee. Dat is maar ik ben benieuwd. Heel veel. 6 dagen in de week bij mij zijn voetbal. Of tenminste, waar voetbal een rol speelt. En dat begint 's ochtends met de voorbereiding van mijn trainingen. Tot het toeleven na die trainingen, ik ken dan wel trainen zelf. Maar in mijn rol nu stopt het nooit, omdat je bezig bent met een groep mensen. En als je in een groep mensen zit, dan gebeurt er altijd van alles. Positieve dingen, negatieve dingen. Maar dat wil zeggen dat je, in mijn visie moet je 24/7 ook bereikbaar zijn voor die jongens. En voor mijn staf. Maar ik heb een staf die is al zelfs op ons niveau relatief groot. Met assistenttrainers 2, met 2 studiebegeleidsters, met een fysieke trainer, met nog teamleiders, met nog fysio's, met nog van alles nog wat videoanalisten. Dus je kunt je voorstellen dat daar van alles in zit. Dus daar gaat heel veel tijd en heel veel energie in zitten. En dat vind ik helemaal niet erg. Zeker nog vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar voetbal is 7 dagen van de 7 in de week. Heeft het een rol? Want alleen op zondag ben ik in principe niet bij NAC. Maar als ze op zondag spelen, dan ben ik er. En op zaterdag spelen wij een wedstrijd en die wordt opgenomen. En dan ga ik op zondag, of soms op zaterdagmiddag, maar vaak op zondag, ga ik die terugkijken. Dus voetbal is heel belangrijk. Maar heel egoïstisch. Ja, tuurlijk is het heel egoïstisch. Je neemt je vriendin mee naar. Geen moeite mee om dat toe te geven. Nee, maar dat is toch zo? Ja. Tuurlijk is dat egoïstisch. Alleen je probeert daarin ook wel weer af en toe aan de andere kant iets terug te geven dan. Dat is natuurlijk ook het spel wat je door mee te nemen naar een uitzending. Ja. Als je dat vrij hebt, naar een uitzending van de SC Hoofdkikker. Hé, maar schat, Niel Pieters. Nee, we gaan naar Amsterdam. Nederlander. Dagje Amsterdam. Ja, ik moet even 3 uur over voetbal praten. We zijn niet meer heel even. Maar dat is die jongen die je bij het sprekerskantoor kan boeken. Die is er ook. Ja, Jordi is nu aan het boeken van mij. Die is zo stil. Oh nee, die is voor Duinker aan het boeken. Die zit ondertussen op Unibed volgens mij. Nee, jongen. Dat is helemaal niet waar. Dat is een banner. Hij zou alleen op Toto zitten, onze vriend. Ja. Eigenlijk wel mooi om te horen dat het eigenlijk net zo voor trainers, in ieder geval voor iemand zoals jij bent, zeg maar, het eigenlijk niet veel verschilt met iemand die als voetballer de top wil halen. Nee. Kan toch ook niet anders? Hoe is het in politiek? Jij ook 7 dagen, toch? Ja. Ja, het bedoeld is dat er niet meer. Was dat je droom eigenlijk? Nee, helemaal niet. Je was hoofdtrainer worden, hè? Feyenoord. Ja, het liefst was ik gewoon kickboxer of goede voetballer geweest, maar dat zat er allebei niet echt in. Het is denk ik iets anders, omdat voor heel veel mensen profvoetballer of trainer worden of iets in de staf doen, echt een soort van jongensdroom is. En bij politiek ligt, denk ik, in ieder geval hoop ik dat. Ik bedoel, als je ultieme droom is om in de Tweede Kamer te komen, dan moet je je ambities echt wat hoger stellen, denk ik. Of in ieder geval leukere hobby's zoeken. Maar wat is jouw ambitie nu dan?
Ja, dat weet ik niet. Ik rol altijd van het ene in het andere. Maar nu het ben je altijd iets te maken wat heel met veel mensen best wel die ambitie hebben. Ja, maar die ambitie is niet dat baantje. Die ambitie is dingen veranderen. Ik bedoel, ik ben verantwoordelijk voor onderwijs. Ja, maar daarom. Wat is dan nu je ambitie? Nou ja, bedoel, als ik het voor elkaar kan krijgen dat leraren over een paar jaar weer dusdanig fatsoenlijk betaald worden, dat we eindelijk eens een keer genoeg leraren hebben. En dat mensen niet voor allerlei andere banen kiezen. Dat wij ervoor kunnen zorgen dat leraren voor een fatsoenlijke, kleine, overzichtelijke klas aandacht kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben. En wat er nu vaak bij inschiet, ook eens een keer aandacht kunnen geven aan het kind die er misschien niet heel erg hard nodig heeft, maar die er wel beter van wordt. Dan zou ik al heel erg blij zijn. En ja, dan is dat niet iets wat je van 9 tot 5 doet. Dat doe je altijd. Maar wat denk je dat sneller gaat gebeuren? Dordrecht naar de Eredivisie of dat dit gebeurt? Nou, ik heb een paar jaar geleden gemerkt dat het verdomd snel kan gaan als Dordrecht naar de Eredivisie wil. Dan zitten ze er ineens. Dat weet ik niet. Want dit is ook eigenlijk waar we het heel lang gehad over de KNVB. Maar ja, dit is een probleem wat ook al hoeveel jaar speelt? Kleinere klassen, meer aandacht voor de leerling, ja, betere salarissen. Ja, nou ja, dat is de afgelopen jaren best wel toegenomen. Een paar jaar geleden gingen mensen niet meer naar de PABO omdat ze dachten, dan kunnen we geen werk vinden. En dat zijn er zoveel geworden. En de politiek heeft zo zitten pitten als het gaat om die salarissen. Dat je nu ziet dat mensen die een HBO-opleiding doen, niet meer voor de PABO kiezen en niet meer voor het onderwijs kiezen. Terwijl als ik denk, ja, het is ongeveer het meest verantwoordelijke werk wat je kan doen. Weet je? Je bent met kinderen in de leeftijd tussen de 4 en de 11 ben je bezig om ze niet alleen taal en rekenen te leren, maar ook een soort voor te bereiden op de samenleving. En dat is zo verantwoordelijk. Ja, daar moet een fatsoenlijk salaris tegenover staan. En daar heeft de politiek gewoon zitten pitten. Ja, dat is tragisch. Nou, dan gaan we proberen te veranderen. Maar jouw vraag is toch, ik bedoel, in iedere sector waar je hele hoge, misschien wel soms onrealistische bijna doelstellingen hebt, kan het toch niet anders dan dat je er heel veel voor moet laten? Of je in de politiek zit, of in sport, of in het onderwijs. Zelfs als je de beste leraar van Nederland wilt worden, moet je er ook heel veel dingen voor laten, toch? Nee, als je de beste tv-presentator wilt worden, moet je er ook heel veel dingen, toch? Ja. Moet je niet op internet zitten? Oh nee, moet je er een keer wat dingen voor laten. Tijd in je carrière stoppen, jongen. Ja, jij was al boos dat hij gisteren niet mee voetbalde. Ja, maar dat heeft niks te maken met ontwikkeling als presentator. Shit, morgen voetballen, hè? Komt omdat hij verliefd is, gaat hij blessures faken. Nou, dan ben je een teamgenoot, jongen. Ik zal je niet netjes op. Hij ligt eruit nu. Huh? Nee hoor. Ja, dat is mijn team niet, anders lag hij er al lang uit. Leuk, hè? Als je een jongen bij een groep trekt en dan doe je dan dit een mes in je rug krijgen. Maar goed. Ik vind wel Jordi een beetje lekker als een soort one-man Statler en Waldorf erin zit vandaag. Jawel, hè? Ja. Kijk een beetje van afstandje, geef af en toe een mening. Maar wat jij een beetje met Feyenoord heeft, hè, met Gala, dit is ook een belangrijk weekend voor je, toch? Ja, spannend. Maar niet de totovoorspelling gedaan met Gala Venner. Nee, klopt. Maar ik heb het eigenlijk Lars overgelaten. Nee. Ik heb het zelf gekozen, maar ik vind het altijd wel fijn om vrijdag, dan kunnen de mensen vanavond nog een totootje. Waar is dit, Willem? Is dit jaar? Ja? Je moet een paar high quality foto's van jezelf op internet gooien, denk ik. Want die zijn allemaal met blokjes. Inderdaad. Ja. Nu heb je in ieder geval bij deze uitzending heb je genoeg goede foto's. Ben ik nou als Dordtenaar de enige die hem niet voor Dordrecht heeft? Ja. Verklaar je nader. We hebben een gelijk spelletje. Ja, jullie hebben allebei gelijk. Ik dacht gewoon dat de Graafschap te goed was. Dordt draait best lekker thuis. En die draaien sowieso beter dan dat ze in het afgelopen jaar gedaan hebben. Maar ik dacht, de Graafschap, als ik eerlijk ben. Ik heb elke keer als ik Dordt zie in de samenvatting, ik kan het niet laten. Die hamer van Feyenoord. Ja? Als er Gustavo ook maar iets gebeurt, wat die? Gustavo. Ja. Die staat vooraan bij die scheids. Ja. Oh zo, ja. Ja, maar ja, bedoel, bij heel wat van de doelpunten staat hij ook redelijk vooraan. Okay. Dat is een hele goeie, dat viel mij gewoon op. Ja. En in Groningen zien jullie Willem II verslaan. Van der Looy weer terug op het oude nest. Waar we volgens Mark van Rijswijk zijn zoon dit jaar wel eens een keer zou kunnen debuteren bij FC Groningen. Die heeft hij daar achtergelaten. Ja, dat snap ik dat je die niet meeneemt. Ik heb zo'n vermoeden dat je vandaag gewoon denkt van, nou, het is rot weer, ik wil vroeg onder de dekens, dat je deze wedstrijd moet opzetten, dan is het zo zaterdagmorgen. Ik ben benieuwd, dus echt, maar wat jij zegt, met dit weer, Euroborg, die hebben echt al, of het is een Noord-Lies stadion, sorry, ja. Die hebben al moeite om het vol te krijgen. Ja, dus het zit nooit vol, dus het is niet echt interessant om te zeggen, het zal vanavond niet vol zitten, maar dat wordt niet veel vanavond. Dat lijkt jullie wel bijzonder, echt hoor, bij NAC. Ja, dat snap ik echt, jongen. Echt ongekend. Ja. Ik zal eerst zeggen, dat was ook wel een van de redenen waarom ik heel veel mensen vragen, hoe ga je ooit tevreden zijn van Ajax naar NAC?
En dat begrijp ik wel eens waar die vraag vandaan komt. Ik denk dat mensen het makkelijker zouden begrijpen als je dus mijn ambities kent. Maar los daarvan, NAC is natuurlijk, vind ik wel echt een authentieke club met het stadion en wat daar gebeurt. En het geluid wat daar geproduceerd wordt en hoe enthousiast ze meeleven. En dat zeg ik niet omdat dit dan nu even gaat scoren bij de achterban, maar dat is heel bijzonder. Dat is wel zo. Heel mooi. Ik kom uit Dordrecht en dan Dordt ook. NAC, nee, maar NAC Dordt is altijd de grote. Normaal. Ja, ik geef toe, er zijn nog wel eens wat lege. Kromme Dijk, laat je horen. Tempel van de beschaving. Ik wil het hier toch één keer gezegd hebben. Maar ik bedoel, dan was NAC altijd de grote concurrent die weliswaar veel beter was. Maar ik bedoel, één ding moet je altijd toegeven. Dat stadion zat altijd vol, dat maakte altijd herrie. En dat is... Ja, dat heeft weer 2-3 seizoenen die cijfers in de Jupiler League kunnen camoufleren. En nu jullie er niet meer zijn, dan stort dat helemaal in. Want dat leek altijd wat, maar dan komen door die 20.000 van hun. Ja, voor de rest gelukkig West Ham, Brighton. Ja, ik ben nog steeds niet helemaal gewend aan die vrijdagavondwedstrijden van de Premier League. Maar ja, met wat er tegenover staat, dan is West Ham Brighton een prima affiche, denk ik. Was dat vorige week met Prupper? Schandalige tackle tegen Everton. Was dat tegen Everton vorige week? Ja, gelijkspelletje. 1-1. Ja. En wie zei het nou? Wie analyseert het nou? Waar zien we... Engels voetbal is bij... BBC. Nee. Ziggo, dankjewel. Sascha Visser. Was het Sascha Visser met analyse over Nee, dat was bij Rondo. En toen zei iemand dus aan tafel, wie zei dat? In de Eredivisie had hij ook altijd van deze smerige dingen. Pieter Vink was dat voor mij. Pieter Vink was als analist. Ja, maar het is ook wel iemand die geen twee benen, maar wel eens op een enkeltje staat. Of ja, dat zou ook wel kunnen. Ja. Aan de ene kant plaag je dat mensen niet de topsportmentaliteit hebben. Aan de andere kant, als er bedoelt niet de topsportmentaliteit iemand in tweeën schoppen is hoor. Nee. Maar op de rand een duel ingaan. Ik heb deze overtreding van Prupper niet gezien. Nou, vandaag. Heb je gisteren bij Everton die vader gezien met het kind op schoot? Wat, met de baby op je ene arm en dan over de reling heen. Hij wel een schorsing voor het leven gehad van Everton. Je mag toch hopen dat jeugdzorg ook meekijkt. Alle mensen. Reclame voor de Eredivisie op vrijdagavond om 8:00 in Groningen. Mocht je nog geen kaartje hebben. Ik denk dat je nog wel eentje kan bemachtigen. Dan morgen 6:30. Kolkende Radverlegstadion. Of nee, jullie hebben geen naam, hè? Toch? Nee. Nee, Radverleg. Prachtig. NAC tegen PEC. Wel knap. PEC ben ik toch wel echt onder indruk. Ja. Al is het nog vroeg in het seizoen. Die verliezen nu 7 wedstrijden op rij en dan roepen we natuurlijk van het schip. Maar er staat wel echt wat. Ik bedoel, team spelen ook leuk. Schip en Dwight Lodewegers. Ja, want wij hadden het vorige week in de uitzending. Dwight Lodewegers is special. High performance manager. High performance. Dat vind ik altijd mooi bij een club van PEC. Want je kan hem toch ook gewoon een Nederlandse term geven als adviseur. Ja, maar de naam die maakt mij niet zo heel veel uit. Maar, Wat is zijn kracht dan van zo'n Dwight Lodewegers? Kijk, wat ik altijd heel belangrijk vind aan trainers is als, volgens mij wel. Volgens mij doet hij en dingen in de opleiding en zit hij ook bij de eerste elftal. En wat ik heel belangrijk vind bij trainers is dat ze heel concreet zijn in hoe ze willen spelen. Dus dat ze heel goed kunnen uitleggen van, nou, dit willen we als we de bal hebben, dit willen we als we de bal niet hebben. Daar zit dan nog omschakeling tussenin, dan willen we dit en dat. En ik heb afgelopen seizoen heb ik TC1 gedaan, WVA Jeugd. En toen waren we bij PEC Zwolle een dag en daar gaf hij een presentatie over speelwijze, over druk zetten. Ja, dat maakte mij wel heel veel indruk. Dat vond ik een van de hoogtepunten van onze cursus. Dus ja, om het kort samen te vatten, hij is heel concreet, althans toen in het verhaal, in hoe hij wilde spelen met zijn elftal. En ik kan me zomaar voorstellen dat hij, zeker ook in combinatie met John van der Schip, die dan natuurlijk daar misschien ook wel juist de people's manager is, of het uithangbord, en met de grote ervaring, of met de carrière die hij zelf heeft gehad. Ja, in die zin geloof ik wel in duo's dat je elkaar heel erg aanvult. Ja. Hè? Wat je bijvoorbeeld ook wel ziet bij Peter Bos en Henry Kruse. Wat elkaar, Peter Bos die misschien wat meer rustig en echt op de inhoud zit. En Kruse juist wat meer tussen de groep inloopt en de geintjes maakt met de jongens. Ja, ik denk dat, dat niet onderschat moet worden wat Dwight Lodewijk doet. Ja, dat moet ze nog een beetje gaan ontwikkelen de komende jaren, denk ik. Ja, dat Mourinho, gewoon zeggen. José. Ja, Mourinho. Dat zou toch hoog inzetten. José en ik hebben zo'n klik. Ik zou het wel heel mooi vinden als ik met Guardiola een mooi duo zou kunnen vormen. Ja, maar dat zullen wel meerdere mensen willen doen, denk ik. Dan de kraker, de derby van Rotterdam. Excelsior tegen Sparta. Alarmfase, wat is het? Voor Alex Pastoor? Ja, 5 puntjes. Enige voordeel van Willem gaf net een heel goed en uitgebreid antwoord op de vraag van waarom NAC erin blijft. De korte antwoord is omdat Sparta in de Eredivisie zit. Ja. Mooi gesproken. Ja, alsjeblieft. Dat is een one-linertje. Ja, maar het enige voordeel voor Sparta is dat Excelsior thuis nog geen punt heeft gepakt. Dit nee.
Klopt. Dus, maar daar gaan ze verandering in brengen dit weekend. Ja, dat denk ik ook wel. En dan VVV, de verrassing deze competitie tegen ADO Den Haag. Maurie Stijn heeft ook nog wel een appeltje te schillen met zijn oud-werkgever. En dan, ja, arme Maurice. Komt ook uit. Maurits. Tegen, ja, dat is wel, ja, voor ja, ik heb puntje tegen hem gezegd. Dus hij slaapt al iets lekker. Ja. Hij zegt puntje thuis tegen Roda, daar ben ik blij mee. Hij is een van de weinigen in Nederland die onder indruk is van Roda, volgens mij. Maar. Ah, ze winnen twee wedstrijden op rij. Ik bedoel, het is allebei niet heel groot, volgens mij. Wie? Roda. Nee man, was toch gelijk de laatste wedstrijd? Nee. In nog een tegen NAC. Dat was die rommel. Het ging richting 0-0. Ja. Maar, oh ja, nee, klopt. Ja, natuurlijk. Maar dat was wel een beetje... Dan wist iedereen zeker dat Roda zou gaan degraderen. En nu hebben ze gewoon in twee wedstrijden 6 punten erbij. Maar ja, Gert-Jan Verbeek, Den Haag had gehoopt, of Den Haag, Van Halst, had gehoopt om hem voor het weekend al neer te kunnen zetten. Toen heeft Gert-Jan Verbeek gezegd, er zijn meer gesprekken nodig. Ben je blij dat hij weer terugkeert? Als trainer in de divisie. Ben je blij dat je minder op tv zit? Ik denk dat televisie kijken vooral blij is, ja. Omdat hij dan nu echt specifiek Twente moet kijken om hem nog te vinden. Ja, of misschien zijn die vervolggesprekken bij Twente wel nodig, dat hij eist dat hij ook nog op tv mag blijven zitten. Bij Bochum deed hij dat dan natuurlijk ook. Ja, maar dat hij alleen nog in Duitsland, bij Sportshout. Ja, nou ja, dat is wel een goeie, want ik kijk niet vaak. Maar nee, ja, ik ben toch niet zo... Kun je goed zo... luisteren naar analisten? Ligt aan wat het niveau is. Ja, maar dat bedoel ik. Nou, dat is bij sommigen niet zo heel goed. Nee? Nee. Wat zijn we, laten we het positief houden. We zijn een positief programma. Wat zijn analisten waar je wel graag naar luistert? Arno Brugink. Ja. Kenneth Perez. Ja, dat is wel een beetje koningsduo. Ja, ik vind Ronald de Boer niet altijd slecht. Ik vind Van Hooijdonk zich ontwikkelen. Vind ik zeker niet altijd slechte dingen zeggen. Weet je wat ik bij Ronald de Boer grappig vind? Is dat het afhankelijk is van met wie hij zit. Ronald de Boer met een goede naast zich is een prima analist. Ronald de Boer met een clown naast zich is een clown. Heb je dat niet? Maar dat is toch bij jou ook zo? Ja, nee, maar daarom zit ik altijd met Chapal. Want die houdt ja, me dat op. Is hij is er nu niet. Er was één zootje hier. En wat ik wel tof vond met Van Hals bijvoorbeeld. Die begon eigenlijk wel in Nederland een beetje met de Piero en de beelden. En ik mis dat wel een beetje. Het komt misschien door mijn achtergrond. Maar kijk, wat ik nu heel vaak hoor in de analyses is. Dan zijn we toch de mindere. Ja, maar waarom zijn we dan de mindere? En dat vind ik in Duitsland en ook in Engeland vaak wat sterker. Dan gaat het niet voetbal heel diep, hè? En dan, mensen hoeven daar geen vlekken van te krijgen, dat het allemaal heel moeilijk gemaakt wordt. Maar leg even uit dan waarom de ene partij onder druk komt te staan. Of waarom er bepaalde kansen worden gecreëerd. Of waar zit hem dat in? Het is wel moeilijk, want je kijkt natuurlijk vaak, krijg je die fragmentjes door van Neville en Carragher. Die met z'n tweeën helemaal alles uitlichten. Het zijn ook wel een stukje natuurlijke talenten. En dan kijk je jaloersmakend daarna. Maar ik heb ook wel weer het idee, want Nederland is ook weer zo, dat als je het maandag probeert, de eerste 10 uitzendingen zit iedereen te zeiken wat is dit kut. En wat zit ze interessant te doen met de pennetjes. Ja, maar ik vind het bijvoorbeeld van Brugink, het verwijt aan Brugink is dat het niet sexy is. Dat het saai is wat we die praten. Daarom is met Perez toch goed? Maar ook al zit hij niet met Perez, maar als je gewoon luistert waar hij voor moet zitten, kan hij heel goed. Ja, maar dan moet je een podcast met hem maken, want dat is niet waar. Want de kracht van Neville en Carragher is dat ze geen onzin praten, maar ook de feeling hebben met de kijkers en een grapje maken naar elkaar toe. Nee, maar Arno maakt wel een grapje, alleen het is wel een tukker. Alle tukkers af te schrijven. Nee, maar ik bedoel, het is een vrij ingetogen, nuchter persoon. Ja, maar dan zoek je toch een leuke combi. Arnold Middelson met iemand kan lachen en dat het dan goed naar voren komt. Je moet dus eigenlijk gewoon... Nee, maar dan ga je dus... Dus dan moet het wel vermakelijk zijn voor hem. Nee, ja, maar je maakt televisie nieuw. Ja, maar het gaat toch om de boodschap? Ja, maar daarom heeft hij een ijzersterke column. Dan blijft het daarbij of een podcast. Vind je dus dat als je dit op tv wil doen, dan moet het ook... Dus hij moet leuk doen. Dan ga je hem waarderen. Ik kijk sowieso. Het gaat toch niet alleen om mij? Ik ben niet de enige abonnee van Fox. Ik denk dat als je op tv iets wil doen, dat je altijd breder moet kijken en dat het attractief moet zijn om naar te kijken. Leuk moet zijn om naar te kijken. Ik zit als Fox-abonnee zit ik meer te wachten op iemand die in die paar minuten in de rust kan uitleggen wat ik gezien heb de eerste 45 minuten, dan iemand die een leuk geintje kan maken. Tenzij je bij de eretribune zit en op de drum speelt. Dan, geen kwaad woord over Glenn Helder. Oh nee, dat is jouw vriend. Nee, maar dan heb je een andere functie. Maar als het gaat om puur voetbal inhoudelijk, dan gaat het toch om de boodschap. Ja. Zeker als je zo kort hebt in de rust. PSV op 8 punten, wellicht. Ik denk dat Darry gaat scoren. Hebben Darry uiteindelijk die finale gehoord? Hij heeft zijn hamstring afgescheurd. Met het juichen gisteren. Nee, hij is 4 weken uit. Hij is 4 weken uit. Okay, hij komt volgende week even langs. Hij heeft zijn hamstring afgescheurd als hij 4 weken uit is.
Nee, ingeschud denk ik. Ja, dat is iets anders. Want hij revalideert hier in Amsterdam. Okay. Dus hij komt van de week even gezellig langs. Hij wilde nog een revanche. Of hij wilde nog een keer een potje tegen jullie. Hij heeft het tekenen. Nee, hij was Frankrijk, wij waren Turkije. Oh, dat is moeilijk hoor. Goed. AZ Utrecht. Arne Slot tegen Erik ten Hag. Zo mogen we het zeggen. 0-0. Nee. Leuke wedstrijd. Ja, jammer dat ook in potentie wel. Ik denk dat er weinig mensen kijken. Sowieso, drie superleuke wedstrijden. Ik heb daar toch wel eens mijn probleem mee hoor. Dat je soms ook weekenden hebt dat je denkt, waar zitten we nu? Ja, die kwart voor vijf wedstrijd, dat is voor het eerst dit seizoen dat het een leuke duel is volgens mij. Ik snap niet waarom je dan... Ja, maar dit zijn toch drie superleuke duels? Ja. Iets waar je van tevoren van het seizoen ook weet, toch? Er staan vier eigenlijk. Ja, PSV Heracles, die had ik dan misschien maar goed, die PSV, die wil niet... Kan nog hoor, PSV thuis hebben. Altijd moeite met kans creëren. Nou ja, geen Darima misschien. Cuba's is Cuba's wel fit. Super Sunday, zo is het. Oké. Het zijn vier leuke potjes. Jordi, tegen wie moet je morgen? Wij zijn vrij. Toch? Ik ga misschien meedoen, maar dan mag niemand weten. Ja, de KNVB kijkt niet. Doe zo deze om, jongen. Dan mag je alles morgen bij de KNVB. Maar? Als ze achter me aankomen, Christian, je moet mezelf vrij pleiten. Doe het met Christian Visser! De voetbaladvocaat. Ja, misschien wel. Ooit nog uitnodigt. Dat is een hele fijne optie. Naar jouw opmerking met de boot in. Weet jouw opmerking nog? Nee. Heb je een goede advocaat nodig? Wel Christian. Heb je iemand nodig om zaterdag op het voetbal? Wel Christian niet. Nee, oh ja, nee, maar dat was echt een slechte poging. Maar goed, met Christian Visser, dat is... DVVA tegenwoordig, niet meer WVA. Oh nee, leuk. Jij dit weekend sporten? Ik ga even kickboksen morgen. Bij R-Grip? Ja, of thuis. Ik moet nog even kijken hoe het precies uitkomt. Ik heb ook zo'n zak op zolder hangen, maar ik ga liever naar R-Grip inderdaad. En jij bent vrij dit weekend? Ja, zal ik je niet. Nee, dat is waar. Dat is allemaal als je bezig. Maar morgen wel in het stadion? Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, wat ga jij doen dit weekend nieuw? Wij moeten naar Pijnakker. Pijnakker? DSVP. Oké. Okay. De oud-club van? Dick Advocaat. Oh, Dickie. SVP, nou, is de cirkel weer rond. Dan kunnen we het zijn lekker houden. Goed weekend. Bruggetje.